En mijn telefoontje ging ook weer af. Zo. Ja, ik heb een app. Dit is een extra roll-up. Dan ben hier maar. Gatorade, oké. Okay. Gaan we even naar zijn office. Ik heb mijn cammetje al goed staan. Die gaat niet in de weg van de score zitten en zo. En van de stats. Prachtig. Voorbereid begonnen vandaag. Yo, Arabic challenges. Who is it? We did a thing. Yeah, we were at Napa. Hot air balloon, awesome. Hot air terrifying, actually. You and a hot air balloon? Yeah, yeah, I guess. Heiko is er ook bij. Heiko van de partij Party is ook weer open voor de mensen die interesse hebben om te joinen. Heb je hem op PSN? Kan dan gewoon, kom er gezellig bij. Sam is blij of blij met een hacker? Blij met een? Blij met een hacker. Oké. Okay. Dus een hacker die me gaat helpen om uit cash support te komen. Ja joh, dat kan alleen maar goed gaan. Ja, in plaats van dat je wacht op Rockstar. Ja, echt. Gebruik even nog een hacker. De eerste hacker heeft je in de problemen geholpen en je denkt dat die ander je eruit gaat helpen. Nee. Nee, Blake, je bent ook niet first. Oh ja, nee, mijn scherm stond geen chat. Oh. RB challenges als eerste. GG, well played. Everybody's happy. Oh, yada's on that. All right, yeah, I'm in. Yada, yada, yada. Let's do it. Let's do it. Congrats. RB. Ik heb echt het hele gesprek gemist. Maar volgens mij ging het om het feit dat ik dat fucking shirtje van hem moet gaan dragen. Ja. En die moet je geloof ik ook gewoon eerst kopen. Even kijken. Ja, zie je het Gatorade t-shirt? Die moet ik dan eerst weer kopen. Ik ga hem wel halen. Mag ik helemaal naar Swags wandelen? Fijn. Swags. Swags. Swaggy boy. Sowieso. En altijd die vriendelijke cashier. Welcome to Swags. Welkom bij Swags. Ja. Yeah. Thanks. Welcome to Swags. Shirts, t-shirts. Wacht even, was dat dan daar? Dat is mijn NBA. There we go. Zeg ja tegen MDMA. Oh, I love that. Great choice. Ah, ik heb niet eens genoeg VC. Meen je die nou? Moet ik eerst een wedstrijdje spelen? Nee, Rick! Jawel. Al die MP en die fucking VC-acties die je hebt gehaald. En dan geen geld voor dit fucking shirtje van Gatorade. Ja, en dat nu weer eerst in mijn attributes allemaal gaat. Ik ga maak me niet zo druk om de extra dingetjes nu. Struggles. De application is installed in the latest version. Oké, okay, let op, als ik hem aanzet. Waarom draait dan ook alles om VC in deze game? Soms valt het echt zo tegen. Goed, gaan we eens een potje tegen de Warriors. Leuke tegenstander. De Warriors. Ja, ja. We are the Warriors that build up this town. Vier kijkertjes. Yeah. Ja, we gaan voor Winterclothe. Welcome to 2K Sports. Wat is Heiko aan het doen dan nu de GTA servers eruit zijn? Tonight it'll be the Golden State Warriors going up against the Los Angeles Lakers. Heiko gewoon wel GTA gespeeld. And for Los Angeles, over the first half of the season, we've gotten a good sense of what this team is capable of. When they're on, which they have been consistent, they are in. Ja, of hij doet nu gewoon single player.
Dat moment dat je naar de main menu gaat en je krijgt een update waarvoor je eerst naar de main menu moet gaan. Oh, dat is, oh fijn. Awkward tandje. Oh ja, die mooie dansjes. Ja, zo lame. Nee, GG, ja. Heiko, hoe voelt het om je favoriete game niet te kunnen spelen? Die awkward dungeons. What's this? Ik ga weer eens andere schoenen aan doen. Ik heb er toch genoeg. We doen die. Nou, wedstrijdje tegen de Warriors. Leuke tegenstander. En hoe ver ben jij? Ik zit in de game. Kijk. Wacht, je zit te weinig. Dank je. Hoppa. Nee, mijn energy is niet 100. Duizend te rennen. Ah, sprintje trekken. Jongens, mochten jullie er net niet bij zijn geweest, ik heb er echt zwaar in gemaakt met knopjes indrukken. Oh. Kijk, waar heb je het nou gewoon één keer over? Maar... ja, was dat niet zo moeilijk. Hé, hey, jij met die Ozu-handen van je. Hé, hey, ik speel Taiko, is leuk. Ja. Nou ja, ik ga een potje starten. Oh, McGee is de starting center van de Warriors. Geen ja, volgens mij, hoe lang heb jij per kwart aan staan? 8. Ja, ik op 12. 12? Nee. Ja, ik vind dat fijn. Kom je anders niet aan je punten of zo? Nee. Nee. En ook niet, al helemaal niet aan mijn assist. Zelfs. Maar je weet hoe het in mijn carrière gaat. Het is een aardig geglitcht. Ja, ik weet niet wat jij doet, maar je bent gewoon ook slecht. Weet ik veel. Ik had het gewoon opgestart en in één keer. Oh ja, hé, hey, kijk. Je hebt nu een shoe deal met alle brands. Maar je krijgt alleen maar van Jordan. Oh, dat is een midi. Die is wel van de Gies. Ik heb geen Breeze 4 aan staan, wat? Zo. Longdrome slam. Oh ja, je mag zo meteen gaan spelen met de Aziatische versie van mij. Fuck. Ja, ik had nog een facecam gedaan en nu lijkt ik aardig Aziatisch. Nou, ik weet niet wat voor rare facecam je hebt gedaan. Ja, ik had eerst een facecam. Ja, eerst had ik een facecam waarin de hele linkerkant van mijn gezicht gewoon wit was. Toen deed ik een facecam en toen leek ik Aziatisch. Toen dacht ik, weet je wat, fuck it, ik ga eruit wel. Lekker. Dat is bad, man. En uit welk land kom je? Nederland. Oh, dat nog wel gewoon, oké. Ja, okay. Ik had wel een speler genoemd, maar dat zit niet in de game. Hey. Huh? Dus hoe heb je speler genoemd? Geen idee meer eigenlijk. Ik zal het zo eens kijken. Lekker. Weet ik veel, ik heb die game al zo lang niet gespeeld. Het is zo'n leuke game. Vind ik dan. Ja, het begin is het leuk. Ik vind het steeds leuk. Het is toch wel leuk, maar het is niet leuk voor mij om echt 24-7 te spelen. 24-7 is ook wel overdreven, man. Kut van. Nee! Nee! Nazi's. Au! Rustig. Ik heb kokend water op mijn vinger, lul. Ja, dat doe je echt zelf. Nee, dat is jouw schuld. Kut ja, joh. Ik zeg ook nog kut Heiko erachteraan. Dus ja, joh. Oh ja, dat hoor ik niet. Selectief doof. Misschien. Ik toch toe ook.
Oh, daar gaat Lonzo weer. Lekker. Oh ja, ik was een super... Hij kan zeggen, je bent zelf kut. Oh, jij hebt zo'n 3-punter, bitch. Ja, flikker op, lul! Nee, dat ga je niet maken. Eerst had ik een mid-range dude. Alles voor mid-range, ja, maar dan ga je niet voor 3-punter. Nu heb ik een 3-punter en zei, het is 3-punter, bitch. Fuck you! Mooi, man. Nee, is prima. Ik wou ook wel 3 punten kunnen schieten, maar ja, ik moest keuzes maken. En het is niet dat ik het erbij kan trainen. Oh nee, ik heb hem gewoon mijn eigen naam gegeven. Ah, Finn van der Harp. Nee. Ah, was dan over turnover, jongens. Kijk, 35. Dan maar fout, hoppa. Je bent zelf kut. Heiko, waarom heet je Heiko de Lange 2? Die 2 was nog niet eens opgevallen. Heiko, kom er gezellig bij. Hij heeft zijn PSV niet aan. En dan zet hij maar. En daar kan ik ook niks mee. Kom nu maar. Oh, en nog mis ik wat slecht. Ik heb alleen nog maar 2 rebounds. Een fout. Een legal pick van mijn knee, let's go. Hij was zo'n wachtwoord kwijt. Pump it up, just like that. Kijk, dan kan je gewoon wachtwoord opvragen. Ja, dat is waar. Ik snap ook niet wat nou echt zijn punt aan mij is. Het is gewoon een excuus, hè? Ja, dat is het wel. De lange was al bezet. Kompie. Lonzo, neem gewoon een kutschot wat je wil doen. Niet? Ik ga deze klaar om te rebounden. Oh, Ingram, rustig. Kunnen we 13 punten pakken? Nee, doe een poging tot het schoonmaken van de bus. Een poging. Je doet dus nog niet veel. Geen idee wat dat betekent, maar... Hij doet een poging tot schoonmaken. Ik ben benieuwd hoe zo'n poging bij jou eruit ziet. Oh, het enige wat je voor tough shots kan doen, of tough shots, is 35 met training. Hele gekke shit. Nee. Isaiah Thomas is in de game. Balhok. Balhok times. Oh. Oh, heerlijke blok. Wacht het even niet, Curry. Gaan we niet doen. Wat deed je? Ik heb geblokt toen hij voor een leeuw ging. Thomas, ik kan zeggen, doe het nog maar gewoon. Oh, inderdaad. Liggen op de bank is wat hij aan het doen is. Wat een poging. Als de trade doorgaat is het best wel rimpels. Wat? Welke? Cat. Oh dat. Ik ga dan echt lachen. Dan is het best wel rimpels. Ik vraag me af wat de Bulls zouden willen teruggeven als ze het gaan doen. Random. Ja, ik had iets gehoord van geld. Geld? Ja, gewoon straight up money. Oké, weird. Ja, precies. Fuck. Transfer, jongen. Ja, maar dan vind ik wel dat ze dat ook moeten gooien in NBA games, hoor. Ja, de Bulls hebben gewoon de cap space ervoor om het te doen, dus het zou kunnen. Maar het lijkt me sterk dat de Wolves voor zoiets akkoord gaan met de spelen als Cat. Dat zou ik heel dom vinden eigenlijk. NBA trade, laten we eens kijken.
Maar ja, dan hebben we dus Ike Markkanen, Dunn, Levine. En als we echt alleen maar money gaan geven voor Cat, dan reken ik Cat ook nog mee voor Butler. Oh, prima. Potential number one pick in the 2018 draft, Luka Doncic, won the Eurobasket playing under a Serbian coach. En dat is Igor Popovic. En dat is de nieuwe Phoenix Suns head coach. Oké. Vijf kijkers, tof. Iedereen die er is, thanks voor het kijken. Vergeet me niet te volgen als je meerdere streams wil zien. Vraag om likes hoef ik hier niet, dat is ook een film. Alleen op follows. Ja. Ah, nou is er eentje weg. Dat is jammer. Ah, ik belde nog een screen. Wat de hel is jammer? De Kings kunnen passen over Luka Doncic als hij niet als de eerste wordt gepakt door de Suns. Kings, raar team. No way, raar deal? Ik denk al. LA Lakers make promise to take Mitchell Robinson. Post move tegen Pachulia mist. Oh, Shanny voor de 3. Raak, lekker. Ik heb gewoon nog geen punten en de eerste kwart is nu voorbij. Ik heb ook maar 6 rebounds en een assist. Maak er maar 7 rebounds van. Ik zit bezig met mijn laatste training in de ring. Rick, pijn, fucking, fuck dit. Huh? Pijn, fuck de Timberwolf, sorry in de NBA. Hoezo? Dat ze trainen, kunnen die mannetjes die ballen moeten passen naar, die kunnen die passen. Hoezo? Ze gooien die bal naast me. Het enige wat ze hoeven te doen is een passen. Hun passen hoort 99 te zijn. Fuck. Curry. In een interview hoeven we niet te zien. Fuck Curry. Wij gaan door. Golden State also making some changes. Pachulia, he's checked in for West. Green comes in for Bell. Ik zou moeite met scoren tegen fucking iedereen kan Pachulia. Elke speler uit de NBA halen. Dus kan FC Omniworld ook even Carl Anthony Towns binnenhalen en ook Ron James. Nee, maar hun zijn niet uit de NBA. Nee, elk team kan een speler uit de NBA halen, zei iemand. Ja, maar wat heb je aan basketbalspelers bij een voetbalteam? FC Omniworld. Ja, maar ja. Jalen Rose believes LeBron James should sign with his team in free agents. Oh, Rick, weet je wie ik een match heb? Nou. De Lakers. Ach, gezellig. Dan moet je tegen Lonzo. Knicks coach David Twist, no meet-up. Hoi, Bas. Dat is een lekkere mic. Ja. Tot hoe laat ga je door? Al weet ik veel. Bas, wat doe je met je mic? Ja. Oh ja, hij was een beetje kapot. Hij stond uit. Hij stond op mute. Please, miss. Dank je. Waarom stopt hij dan? De screen. Got it. En dunk. Yeah, and the fout. And one. Nice. Ga je ook H1Z1 doen of niet? I don't know. Misschien ga ik het wel proberen. Gaat die eigenlijk geld kosten op PS4? Ja.
Waarschijnlijk wel. Het is nog niet zeker. Okay. Want ze willen het ook gratis maken om Fortnite heel veel concurrentie te brengen. Gaat het toch niet lukken, maar... Fuck, Rick. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik hoop dat H1Z1 gewoon Fortnite eruit kijkt. Nou, wie weet, wie weet. En wat is het Blade? Devin Booker heeft een foto getweet van Carl Anthony Towns in een Phoenix Suns jersey. Ja, klopt. Ja, ik gezien. Kijk, en Zach Levine is daar gewoon met paint overheen gegaan. Hij heeft een bons neergezet. Je hoeft niet zo luidruchtig te doen, jongen. Godverdomme. Cosmix Morgus Beta. Oh, waarom deden ze dat niet vandaag? Was iedereen vrij? Wat? Morgus Beta van H1Z1 ken ik. Come on, let's go. Ja, dat zit ik op school, maar smiddags. Ik ga de Twitch app even downloaden. Ja, doe maar. Want dan kan ik jou gewoon even volgen ook op Twitch. Oh ja, fuck. Gewoon een vraag. Schijf. Oeh, ja, nice. Ik ben echt blij dat H1Z1 gratis wordt. Ja, ik ga hem wel proberen dan. Ja. Ik denk wel dat het... wat er zitten, het lijkt meer echter als Fortnite. En ik denk dat ze het gratis hebben gemaakt omdat ze willen dat ze gewoon Fortnite weggaat. Dus Fortnite gewoon heel die hype gewoon weggaat. Fortnite gaat niet weg, ongeacht wat. Maar de hype kan, misschien kan de helft gaat H1Z1 en de andere helft blijft Fortnite spelen. Gaat niet. Want we blijven klein kinderen die Fortnite blijven spelen en de volwassenere mensen een betere game of wel H1Z1. Kijk, spelen tegen de Lakers, wat leuk! Ja, alleen ik speelde niet bij jou. Fijn geluk. Nee, als jij erbij zat, hadden we juist gewonnen. Nee, dan ging cat blokken. Je mag cat blokken, ik sta buiten de driepuntlijn. Ah, alsof jij er zoveel in legt. Ja, zo opletten. Ik ga meer dan 3 punten scoren deze game, weet je? Joh, dat mag ook wel als een sharpshooter. Hoge verwachtingen, ik weet het. Wat is het meeste waar je er wel eens in hebt geschoten? Kan ik dat gewoon nu al checken? Oh, wacht. Geit National Anthem. Ga eens weg. Ah, is mooi. Hey, flikker op. Mooi. Wow, Rick, de Lakers gaan 8 op 27 hier. Dan doen ze bij mij wat beter. Michael, ga je ook H1Z1 doen dan? Let me know. Ik ga het proberen. Ja, dat zou ik. Mijn hoogste was nu tot nu toe met deze kerk is 40. 40 punten, maar over 3 punten. Oh, 3 punten is in 1 game. Ja. Man, the season is so early. Maar ik had het in een All-Star game. It's a long time away. Zijn als ik betaal, gaat die reclame dan weg, baba. Volgens mij wel toevallig. Hey, wil je een leuk dingetje weten? Ik heb geen last van reclame. Hey, een adblocker. Yep. Ja, sorry, ten ik ben je echt content creator. Ik hoef niet naar de website te gaan en dan denk ik dan in één keer vol gepompt te worden met allemaal fucking promo van oh kijk, deze man heeft zijn penis kunnen verlengen. Kijk nu hoe! Steun je content creator. Rick, ik doneer altijd geld aan je. Je moet niet zeuren. Ik ga me morgen toch nog 50 euro terugbetalen. Sure. Waar ik eigenlijk niks van terug heb gehad. Godverdomme kutje.
Oh, 3 keer. Ja, joh, boeien, het gaat om de gedachte dat je wat had. Ja, dat is waar. Je hebt het alleen niet meer, maar dan gaat het niet om. Ja, vrij op erin, lul. Hoe lag je daar op de grond, man? Voelde dat? Ja, grote haast en dan die looptrap oprennen en dan die verkeerd stappen als die treden opeens ongelijk zijn. Toen ging ik even neer. Toen hoorde ik de kuttrein fluiten en toen had ik dat hele shirt, want ik wou wel naar huis. Ik wou niet dakloos eindigen. Ja. Ik was in Amsterdam. Ja. 1 busritje van mij af. Ja. Ben je gewoon hier, oh. Je gewoon hier op de bank kunnen slapen? Laat ik liever thuis in bed. Waar? Ja, maar wat nou als je de trein had gemist? Dan, I don't know. Overnachting op station. Op de bel me. Ja, dank je. Nog een keer. Maar Kai van de Hoorn komt alweer. Is goed, I don't know. En daar gaan we, 3 punten. Hoe heet je op Twitch? Weet je dat niet? Ben je niet aan het kijken? Ik ben het kanaal nu aan het opzoeken. Gewoon een trippik. TrippixYT. Oh ja. Post eventueel met die. Oh. Ah, blokt niet, dat is jammer. Van de post niet. Aha, ik zie hem. Ja, kom aan. Top. Ja, dat is niet goed. Goeie pas op Butler. Butler gaat voor de ISO. Ah. En de stun. Yo, Bas. Je hebt de stream gevonden. Ja. Nee! Werkt niet. Kuzma, 3 punten. Doe het. En ik heb mijn eerste assist van de game. Ik heb er 3. En ik ben center. Ik ben gewoon 2 keer geblokt door mijn game. Wat lach je nou? Goed gedaan, man. Maar Rick, wat voor shirtje was het? Ah, gewoon een shirtje van het event zelf, zeg maar, omdat ze door Europa toeren. Oh, ik dacht eigenlijk dat je gaat doen van een Alice Black shirtje. Ah, die was hem. Of een Velveteen Dream shirtje. Dat was er ook niet. Ik volg je. Ah, top. Thanks, man. Maar dat is, oh, Rick, dat kan je ook instellen via OBS ofzo, dat wanneer je iemand voelt dat je dan een pop-up krijgt. Oh ja? Ah, mag ik live op YouTube? Waarom ga je altijd live tijdens mijn streams? Als ik vragen mag. Geen idee. Daar ja! Ik vind het wel toevallig namelijk. Ja, want ik zie je verder nooit live. Ik was vanmiddag wel live. Alleen misschien op slag, gemakkelijk. Ja, ik verlaat nog streams. Oh, ja, ik ga beginnen. Eyo, deze kop is echt irritant. Kom zo, jij kleine kut. Auw. Wat is dat nou weer? Psych, bitch. Get faked. Jij kleine kut, zegt hij uit het niets. Wat? 7 kijkers! Als al die kijkertjes zouden willen volgen, ik zou het zeggen. Nee! Hey, ik moet nog even instellen. Ik heb een backcourt violation tegen me. Nee, voor me gekregen. Get fucked, Lonzo Ball, je zuigt. Oh. Dit is echt lastig. Oh. Ik kill iemand, maar dan gaan we. Oh ja, hij wordt genoemd door de stadionspeaker, Big Daddy. I'm Big Daddy's. Lekker. Wow. Yeah.
Zeg wat je wil, maar Big Daddy V was echt een man in topvorm. Topconditie. Ja, nu, hoppa, eindelijk. Beetje stat padden met rebounds, maar. Oh nee. Nou. Ja. Weer een 3 punten. Mochten jullie echt een icoon willen zien? Zoek op Big Daddy V. Ah, Bas, dat gepraat. Hallo? Of jij soms wat minder hard kan praten. Hey, Jay. Hoi. Yo. Yo, yo, yo. What up, boy? Jawel. Hey, ik had een vraagje. Nou, maar los. Kunnen jullie gewoon GTA spelen? Nee. Nee, de server ligt eruit. Ja, want maar sommige mensen kunnen wel gewoon spelen. Ah, ik heb het niet eens geprobeerd nog, dus, maar... Ik wil gewoon de dit GTA niet. Oké, dan kan ik dat vragen. Ik wou het gewoon van jullie vragen, want jullie spelen best wel vaak, nou. Ja, klopt. Ja, ik kon niks vinden daarover. Oké, maar weet je zeker dat sommige spelers wel online kunnen dan? Ja. Oké. Mijn vriend die speelt nu ook GTA. Online. Zijn allemaal hackers. Zijn leuk. Nee, ik ga van door. Ik ga met dat wat vrienden van mijn Fortnite. Oké, ciao. Later. Ciao. Oh, kak. Wat ben je? Als Andrew Wiggins nou zo goed speelde in het echt als dat hij doet in NBA, dan hadden we een veel beter seizoen gehad. Joh. In NBA 2K kan iedereen goed spelen. Au. Als je ze goed aanstuurt, ja. Ik speel gewoon my career, man. Iemand, die van mij. Shani, jij gaat ze 3 punten schieten. Ah, dat is een 2. Maar die mist. Au. Yo, Sam, hij gaat lekker, man. Wacht. Oh, wat de hel is dat? Klonkens Harry Potter. Wat het ook was, doe dat maar niet nog een keer. Oh, je hebt vuile egovist. Ik doe niet lang. Sam, je hoeft geen capsule. Wat de hel is die pas? Shami voor 3? Ja! Nee, dat is jammer. Air raid. Help. Ik ben het een beetje... Sorry, iemand belde mij. Gewoon niet opnemen. Nou, zeg, dat is ook een beetje onbeleefd. Nou, gewoon niet opnemen is niet onbeleefd hoor. Wie weet is het belangrijk. Ja, als ze weg moet ze maar een andere keer terugbellen. Nou, niet tijdens de stream hoor. Ja, Markiplier, wanneer hij aan het livestreamen op TV is, dan beantwoordt hij zijn telefoon ook nooit. Hoe bedoel je, Blade? Vraagt Sam. Iets caps lock. Weet wel wat caps lock is, hoor. Jezus. Sarcastische kut. Oei. Nou, ik heb mijn eerste time out van de match, Rick. Nog 4 minuten te gaan in de eerste kwart. Kijk, dan al de time out. Gaat het zo slecht? Als Rick en ik op hetzelfde moment klaar willen zijn, dan moet Rick zijn laatste match 3 kwartier duren. Dan kan ik nog een potje doen, gek. Met je 12 minuut kwart, damn. Ja, ik vind het lekker. Ja, 3 punten, easy, 8. Halleluja. Bish. En de derde assist. En de voorste. Nice. Hij gaat ook geen rebound pakken, die is van mij. Ik heb een paar.
We hebben goede leiding op de boys. Ik ga naar dit potje echt weer een niveau omhoog zetten. Ik weet niet eens waarop die staat. Ik geloof All-Star, maar dat kan wel weer hoger. En het volgende potje wordt hij helemaal verneukt door de Suns. Oei. Dat is echt... Steve Kerr. Back out. Het is wel grappig hoe je in één carrière mag. Kijk op Twitch, meteen van die meiden die alles doen voor geld. Oh, oh. Nee, het is getroffen hoor. Hij zei ja, Thomas, ja, vieze egoïst. Oh, Randall, lekker. LMAO, nog een steal. Wordt vandaag alleen maar NBA of wordt het ook iets anders? Oh, waarschijnlijk nog wel wat anders. Maar nu al heel graag in NBA. We hebben vanmiddag Our Way Out helemaal afgestreamd. Klopt. Mochten jullie dat willen kijken, heb je pech. Lekker. Ja, die was heel goed. Mocht jij willen kijken, heb je pech. Goed gebracht. Ja, wat? We hebben er niet van. Nee, dat is waar. Maar het klonk wel leuk. Ja, klopt. Ik had de opname setting ding nog niet aanstaan. Nu wel, deze stream kan je wel terugkijken. Mocht je hier pas nu net zijn. Dus mocht je deze stream terugkijken? Hallo. Hoi. Hoi. Ik heb al 3 steals van die pak. Braa. 1/4, 3 steals. Ga ik voor de 5. Jij wel. In 1 game. Hoeveel assist heb jij, point guard? 3. Okay. Als iemand me belt, ga ik gewoon niet opnemen. Goed zo. Dat kan ook doen. Waar zijn we nou mee bezig? Geen idee. Oh, ik heb nu wel een pass to assist. Daar heb ik een verdomd veel. Oh, waar zet ik in godsnaam screens voor? Ze passen iedere keer weg. Oh, dan gaat die smurf weer zelfs. Tuurlijk, missie. Tuurlijk. En dan gaan we voor de dunk. Wat? Oh, we leggen hem er gewoon in, hoor. Hier, ga maar daar staan. Kom maar. Oh, crap. Ja, dat is jammer. Ik zou het erachter zijn geweest op de allereerste dunk ooit in een game. Ik word er niet, maar slam hem erin. Hoppa. Niemand speelt nog Rocket League. Nee, inderdaad. Ik ga het misschien nog wel weer halen voor PC. Is het echt kut op, echt. Heel erg. Ja, gewoon met de controller spelen. Ja, dan is het niet kut. Ben je een cheating fucker? Ja, dat betekent ook bij een maat van, hè. Nee, het niveau op PC is echt niet zo hoog, kerel. Zelfs ik kan een team dragen. Wat? Ja, dat bedoel ik. Ha, eindelijk ik ben een potje aan het joinen. 1. Ja, ik ben een potje begonnen, hè. Mooi, ik heb die fucking 3 punten al 5 zo mooi blijven in de leven. Lonzo met de 3. Raak, lekker. Kom op, hè. 4 assists, let's go. Yeah, yeah, let's go. Ah, dan heb je nou evenveel als mij. Ja, maar ik zit nog in de first quarter. Ja, maar ik ben center. Hoeveel rebounds heb je? 1. Nee, waarom heb ik die niet? Ik heb er bij 22. Ik mag blij zijn dat ik er überhaupt 1 heb. Hier, 23. En dunken, hoppa. En de layup is mis. Jammer. Nee, alsjeblieft niet. Nee. We zijn wel echt een beast, hoor. Ik heb een bad transition defense gekregen omdat ik verkeerd op de grond na mijn mislukte layup. Eerste balcontact met de bal. Gelijk de goeie. Klinkt heel raar, ik weet het. Ook niet meer niet, ja. Nee. Verdediging! Nu moet ik verdedigen. Als je naar binnen gaat, gaat hij niet. Ik heb het er niet in, dat was er! Ah! Ah ja, van 60 rebound in mee. Ja, wat de fuck was dat? Kijk! Waarom skipt hij niet? Scheidsspel, sorry, ik wil skippen. Nee.
Ik kan niet skippen. En wat moet je skippen? Nou, de transitie naar de tweede kwart. Oh. Oh, wat een geluk. Duncan, of doe dat. Werkt ook. Kijk, 5 minuten nog in de tweede kwart mag ik spelen. Er staat 42-56 voor. Lekker. Ik heb 19 punten, 24 rebounds, 4 assists. Hashtag speel geen Fortnite. Geen Fortnite. Oh. Oh, ik probeer een alley-oop, wat jammer. Hashtag fuck off Fortnite. Doe dat niet met zo'n close stand tegen de Warriors, Lonzo. Hij mist. Hebben geluk. Ik ben erachter gekomen. Ah, FOF staat niet friend of free, maar voor fuck off Fortnite. Lekker. Lekker, ja. Die houden we erin. Oh. Iedereen in de chat hashtag FOF. Hashtag FOF zien we ook. Lekker. Ingram! Wat doen we? Of doen we? Hey, Heiko. Heiko! Hey, Bo. Ben jij eens hey. De hype. Ik hoor jou heel erg lang. Serieus. Oh, yo. Hij is aanwezig vandaag. Ja. Ja, maar. Dat hou ik nog niet door. Ga je doen, Heiko, want je kan geen GTA doen. Ik kijk één keer, ik vind het leuk hoor. Ja, dat vind ik best gaaf nu. We kunnen zo meteen wel even wat Battlefield doen met z'n drieën. Battlefield stream, dat ga ik dan man. Dat is dat is afval. Nou, de chat is hier toch rustig, dus dat is goed. Ja, dat wel. En hier komen ze, als er kijkers komen, komen ze toch voor de game meestal. Dus dan ga ik nog ook wel leren. Precies. Ja, het kijkersaantal is lager dan bij YouTube streams, maar sorry, ik vind deze streams wel beter. Dit is wel een leuke game. 7 punten lijden tegen de Warriors. Gaan we het vasthouden? Dat is de vraag. Kan die scheid Lonzo stoppen met rondjes te lopen? Nee. Dat is wat Lonzo doet. Hij loopt rondjes. En loopt rondjes. En loopt rondjes. En loopt rondjes. Oh, damn, wat een moeilijk schot. Geef mij die. Hij loopt rondjes. Hij loopt alleen rondjes. Ja, precies. Dat is wat Lonzo doet. Lonzo is die rondjes, man. Fucking hell, weer een 3 punten. 4 punten leiding hebben we nog. Kut Warriors, daar gaan ze weer. Oh, ga je nou wel of niet de difficulty omhoog schroeven, Rick? Huh? Ga je nou wel of niet zo meteen de difficulty omhoog schroeven? Ja? Wat? Ik versta het echt niet. Kijk. Ga je nou zo meteen wel of niet de difficulty omhoog gooien? Oh, dat ja. Jezus, ik moet gewoon schreeuwen voordat je me verstaat. No! Mis, kut! Ja. Steeds 4 punten. Here is Big Daddy. Ingram, hier is het team. Doe dat goed zijn, niet? Dan gaat Thomas. Dan gaat hij. Ja, goede paas. Wat gebeurt hier nou? Ik hield hem niet vast. Oh, dit is een kutschot. Uh-oh. Dit wordt mijn eind. Nee, nee bal. Nee. No. Oh, hij mist. Waarom had ik in één keer die bal? Ik ga gewoon dunken. Niet kut.
Dan maak ik mijn eigen rebound en dan tip ik hem erin. Top. Dan maar op die manier. Illegal pick. Een illegale pick. Ik moest mijn team wel weer dragen. Ik heb 21 punten van 100 gefocust zich mee. Maar ik heb heel veel moeten rebounden. Like, damn, bro. Heb je vaak, hè, als center? Ja, maar goed, 28 rebounds is wel erg veel. Dat is wat Towns had met de gemiddeld game. Ja, 29. Ik wil voor die 30 gaan. Oh, ze gaan mij fouten. Laten we Isaiah Thomas maar op de lijn zetten. Isaiah, pak die bal. Dus gaan jouw fouten. Dus jij kan schieten. Ik ben deze part echt zo shit. Dat ben je altijd. Niks nieuws. De eerste part gaat het meestal goed. Er zit helemaal hype voor de rest van de game. En daarna is het gewoon punt. Hier, kijk. Ik heb 21 punten. Isaiah Thomas 23. Iedereen komt aan zijn share. Teamwerk. Sammy, je hebt ook een 3-puntje erin gegooid, heb ik gezien. Vast wel meerdere. Sammy Wells, bestaat hij? Ja. Ik heb hem al in geen tijden gezien in de game. Oh, bij jou niet? Nee. Ik speel misschien 3 seconden met hem. Lekker. Terwijl hij juist zo fijn is om mee te spelen. Ja, heerlijk om mee te spelen. Alleen je kan hem pas goed gebruiken wanneer je veel met wanneer je die minuten kan zelf verwisselen. Ja, en in het begin van je carrière speel je veel met hem samen. Yep. En daarna heb je spelen. Geen, daarna merk je niet op. Ah, ik merk het wel. Ik kom nog wel eens tegen en dan laat hij altijd wel een schot even erin vallen. Dat is toch wel fijn. Hoi. Hey Sam. Hoi. Yeah, gewonnen. Nou, jouw potje duurt toch nog lang, dus ik kan er nog wel één doen. Ja, ik zit bijna bij halftime. Lekker. Upsa, ja, kom maar. Defensive breakdown terwijl ik hem had geblokt. Oké. Kijk, yeah. Nou, oké. Yeah. Hallo. Oh, jee. Ik ben bijna klaar met downloaden. Dan ga ik zo meteen. Ja. Jee, ik kan mijn Gatorade shirtje halen. Rick, was het leuk met WWE? Ja, zeker man. Ik kan me er goed van maken. Ja, en hij had ook leuke merchandise gekocht. Hou op. Dan blijft hij naar boven halen, hè? Kutjong. Ja, ik vind het grappig. Kijk niet. Wat heb je gedaan, Rick? Ik had een shirt gehaald van het event zelf. Alleen ik moest op het eind na de show moest ik echt sprinten om de trein te halen, anders kwam ik niet meer thuis. En toen werd er bij het station bovenop de roltrap geflikkerd, toen ging die trein fluiten. En toen ben ik zo naar binnen gerend zonder het shirt. Uit alle haast. En toen bleef zijn shirt lekker liggen op de rand. Ja. En die is je footie. Ja. En 2K die willen niet helpen aan een nieuwe shirt. Ah, daar staat 2K ook buiten. Hey, hallo. Even niet er iets anders van maken. Nee, maar dan ga ik dat maar in de video. Zou ik dan niet willen helpen om mezelf te zien. Ja, dat is niet gemeen, bedoel. Ze hebben gewoon Rick meegenomen, nu voor, hé, kom naar het event. En dan weet ze gewoon in het hoofd, Rick die gaat merch halen. Laten we het laat maken. En dan sprint hij naar het einde, jeet. Op z'n bakjes. Ja, dat is gewoon pure pech. Dat was echt struggle. Maar ja, verder wel een leuke show gehad, hoor. Hoe was die break van maar jij hele dag van vannacht, toch niet? Nee. Nou, ik was dan met die gasten van 2K. Gasten van Game Kings. Dus, was wel leuk. Nee, ik heb het prima gemaakt. Ik heb een toffe avond gehad. Show was ook leuk. Wat hoor ik nou? Wat? Huh? 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 Zijn plussen houden. Wat? Ja, ik wil misschien meer dan League Racing. Dus dan heb ik wel plus nodig. Heren van Lekker Spelen waren er ook. Niemand weet wie het zijn, maar ik nu wel. Dat is ook wel leuk. Maar het Lekker Spelen? Ja. Die gasten die gewoon ook op Twitch oplossen. Ja. Nee, het was echt was wel een gezellige avond. Ah, lekker. Prima vermaakt verder. Ja, alleen gewoon pech gehad tot het laatst. Ik had ook zo weinig tijd en die trein ging fluiten. Ik dacht gewoon ik moet hem halen, anders eindig ik dakloos. Dus ja, dan maar rennen weer. Ik zag heel niet mee aan de shirt. Rick, je had al de trein al meer kunnen pakken zoals ik al op de app toen.
Dat had je helemaal niet geappt, man. Ik zweer, ik had het geappt. Naar een verkeerde persoon of zo. En anders dan had ik het, had ik het waarschijnlijk pas geappt. Ah, als je de trein had gemist. Doei. Was Jeff Hardy ook? Ja, Jeff Hardy was er ook, man. Voor degene die dachten dat hij niet Nederlands was. Man. Na Aleister Black. Mooi, Jezus, man. Wat een held. John Cena. Nee, dat was leuk aan. Waar was het dan? Het was in Ziggo Dome. Amsterdam. Ah. Naast de Arena. En was het in Rotterdam, of niet? Huh? Ik dacht dat het in Rotterdam was. Nou, dat was vorig jaar. Vorig jaar was Rotterdam. Dit jaar was Amsterdam. Matt Hardy was er niet. Alleen Jeff. Matt Hardy zit bij Raw en hier was SmackDown. Maar we hadden Aleister Black als extraatje. Die lieten ze op zijn verjaardag in zijn thuisland. Lieten ze hem even winnen. Is het Nederlands of zo? Nico Togliafico gaat naar het WK. Ah, kijk eens aan. Lekker. Aleister Black kijkt niet heel Nederland, dat is echt een naam dan. Zijn echte naam weet ik even niet. Iemand heeft zijn vriendin zo hard in het bed gesuplexed dat er gewoon de make-up van die meid gewoon in het hoeslaken zit. Lekker. Geweldig. Maar ik weet niet wanneer NXT er komt in Nederland, dan gaan wij tweeën wel. Ja, als ze komen, hè, dat is nog wacht nog. Ja, als hè, zeg ik ook. Maar hey, 18 voor... kans heel klein, want aangezien de meeste... Stel je voor, nou, ga door. Stel je voor Almere wordt gepromoveerd. Rick, zou jij dan mee zijn gegaan? Was je dan mee gegaan naar een wedstrijd van Almere City tegen Ajax? Nee, Rick gaat sowieso niet naar wedstrijden van Almere, heeft hij al meerdere malen gezegd tegen me. Maar als ze gepromoveerd waren en dan tegen Ajax. Ja, dat bedoel ik. En Almere jong Ajax? Wie weet. Ja. Oké, wanneer ze komen ga ik eventjes een kaartje fixen. Ik zei wie weet, hè. Deal, ik vind het een hele goeie. Ja, graag gedaan, leefde. No problem. Leuk worden, man. Ik zei ook wie nog een weet. Echt Almere shirtje met een nachtegaal op de achtergrond. Kerel, ik zei wie weet ga ik mee en nu verwacht jij dat ik daar shirtjes ga halen, alles. Jij bent nee, broken. Ik ga voor je halen. Een shirtje van Almere City, nachtegaal op de achtergrond. Ik zeg prima deal, gewoon prima deal. Kerel. Welk dipper wil je erbij? 69? Ik wacht gegaan. Hoeft niet. Ik wacht gegaan hoor. Shirtjes zijn duur. Ik heb ook een shirtje van Bram gefixt. Shirtjes zijn duur. Ja, ze zijn echt belachelijk duur hoor. Almere shirtjes. Nee, gewoon voetbalshirtjes. Ja. Almere shirtjes echt niet. Nou. Hoe duur zijn die dan? Als je het shirtje van het huidige seizoen haalt, plus bedrukking, ben je 62,50 kwijt. Dit is zo oneerlijk! Nou, Ajax is wel een stuk duurder. Ajax is 120 euro met bedrukking. Ja, kerel. Ja, echt. Breek me de bek niet van 90 open. Euro voor het shirtje zelf en dan met bedrukking. Ja, super lekker uit. Voor jou niet, Sam. Je hebt kindermaat, toch? Ik heb al bijna volwassen maat, dus. Nou, ik heb al volwassen maat. Bijna. Ik heb volwassen maat. Het wel een prijs. Dat weet ik, ik pas de kinderman niet meer. Mijn onderpas is nog net, maar dan ben ik hem na een half maandje, na een maand past hij niet meer. Dus dan is het ben ik zien. Ja, nee, dat gaat lid worden. Ik ga een Almere shirtje halen met Cheney erop. Lekker. Ja, wat? In de hoop dat er iets wordt gedaan met die Ajax Almere deal. Nee, ja, dan ga ik een Groningen shirtje halen met Boan erop. Dan kan je net zo goed er iemand een shirt halen met Ronaldo erop. Met Messi. Doan is een geweldig speler. Oh hier, ik heb een lading Mountain Dew gekregen. Yes, Rick, geef. Heb je ook Reese's? Je hebt wel Blade, je hebt wel veel zin om dingen aan te nemen. Je hebt ook allemaal GTA geld. Het
GTA geld, dat maakt je makkelijk. Ja, dat begrijp ik, maar ik had echt belachelijk veel gekregen. Ik heb een paar missies met Heiko, Rick en Mandy, heb ik 200k gefixt in een paar uur tijd. Echt moeilijk. Nee, begrijp, maar ik heb heel veel geld gekregen van Heiko, maar ik heb wel een bad support. Dat komt ook een hacker uit bad support. Ja, klopt. Daar gaat... Nee, en je gaat me niet meer helpen, dat verschilt. Je zit gewoon 2 jaar erin, man. Je komt er echt niet uit. Nee, maar een hacker gaat me helpen om dat te krijgen, dus. Jongen, dat geloof ik toch niet zelf, hè. Een hacker heeft je in de problemen geholpen en nu gaat er eentje eruit helpen. Dat klinkt gewoon... Nee, dit is een andere hacker, hè. Maar, het is wel een ding, je hebt 3 verschillende soorten hackers. Een white hat, grey hat en black hat hacker. Okay. Altijd op letten, er zijn verschillen tussen. Okay, white hats worden meestal ingehuurd door corporaties en de overheid om hun systemen te checken of ze gehackt kunnen worden. Grey hat hackers die hacken gewoon als ze zelf willen ergens in, maar zeggen wel tegen het bedrijf en alles van hey, je systeem is niet goed. En black hat hackers... Ja, maar hoe weet je nou van tevoren wat voor type je hebt, man? Nou ja, en ik heb een brief naar Rockstar geschreven, dus kijken wat ze kunnen doen. Een brief? Wow. Nee, een mail, ja, godverdomme. Ja, er is een verschil tussen. Ja, weet ik. Een brief schrijf je, doe je met pen. Ja, weet ik, sorry. Wat de fuck moet ik met al die mountain doen? Aan mij geven. Drinken? Ja, ik wil het zeggen. Drinken? Ik kan het moeilijk opeten. Wat doe ik met al die Reese's Puffs? Ook aan mij geven. Nee. Nee, niet. Waarom niet? Zou je Reese's Puffs wel eten? Dat is dat. Altijd. Reese's Puffs? Nou, moet je even opzoeken op het internet. Reese's Puffs, Reese's Puffs. Hoe schrijf je dat? Ah, ik heb het telefoon niet bij me. Oh, ja. Reese's Puffs. Reese's Puffs. Reese's Puffs. Er is ook een liedje van geschreven. Zal eventjes in de chat. Reese Puffs. Eat 'em up. Is heerlijk, ik heb het 1 keer gehad. Ja, ik ga parken met mijn Gatorade shirtje. 5 mensen gaan iets spelen. Ga je doen? De parken. Is het? Is het niet gewoon een soort van... Kan alleen maar goed gaan. Melk ontbijt. Ja, het is cornflakes. Oké. Okay. Is het dan een lang duur erover om even... schiet op. Ik heb even Terrace 40 te spelen en dat was echt super druk. Ik vond het wel grappig dat NBA toen 1 jaar gewoon één maand gewoon gratis was toen in de voetbal. Ja, klopt. Dat was toen een keer, ja. Jezus man, ready is wel. Dat was gewoon het perfecte moment dat die game gewoon echt... Blue waffle, zoek dat op, no thanks. Ja, moet je doen, is lekker. Blauwe wafels. Wat is dat dan? Nee, even opzoeken. Een blauwe wafel. Oh, wat heeft Spinelli nu weer vast voor me? Ik heb niet... Nee, Blue Waffle is dat. Chemi Wells! Chemi! Ja, godverdomme, ik gooi nu 3 keer de bal naar hem en hij al een keer een missie. Chemi. Nazi. Sorry, maar Chemi kan niks. Chemi. Oh, goddammit. Wat heb je gedaan? Ik heb gedaan wat... Heb je Blue Waffle opgezocht? Ja, grappig. Ik zei je nog, je niet. Doe niet, maar niet luisteren. Ik verstand je niet, ik verstand je niet. We waarschuwden nog, nee Rick, jij waarschuwde. Ja, dat zei ik, ik waarschuwde nog. Wat is het dan? Nee! Ja, nee, dan ga ik niet op zoek doen. Wat staat er op je scherm? Nee, ik heb hem al gehaald, maar kijk, ik ga er echt niet...
kan er echt niet meer blijven kijken. Gadverdamme. Nee, maar wat zag je? Nee, dan ga ik dit niet zeggen op de stream. Er keken toch maar 5 mensen. Rick, er zijn veel te veel mensen met purple zooi daar in de park, hoor. Ja. Maar ik moet 5 wedstrijdjes spelen voor die objective. Dat wil ik gewoon doen. Oh nee, ik sta 7e, ik sta laatste. Gadverdamme, man. Maar jij hebt ook. Ik zou net de zin hebben om met een 79 overall te spelen. Ik ga gewoon staan. Nee, Velatio moet je niet opzoeken. Auto-Velatio moet je opzoeken. Ik ga gewoon hier staan, hoppa. Rick? Ja. Had je ook Blue Waffle of niet? Of ik dat opgezocht heb? Nee. Nee, had jij dat ook? Gast, ga je nou echt dat vragen? Ik kon eigenlijk op, jongen. Toch lekker, man, een blauwe wafel. Ja, blauwe wafel. Het klinkt op zich best wel lekker. Het klinkt als een van een heel lekker glazuur, maar... Ja, alle dromen zijn er wel. Wie wil er een lekkere blauwe wafel? Zo dom. Zullen we ook met een pulletje weggaan? Ik kan... Ja, Rick, ik jij kan weet dat wat meer in ieder geval niet slapen. Hou. Nou, ga ik met deze gasten spelen? Heb ik dat geluk? Ja, kijk, top. Ik ga gewoon hun center zijn. Ik laat hun de punten wel maken. Ik ga verdedigen in de paint. Top. Oh, nee. Eens kijken of dat goed gaat. Want de online potjes gaan altijd zo bouwen. Jezus, man. Is dat derde maar tegen mij saai is? Ik wil je gehad. Ik heb egoïsten. Nazis! Oeh, het werkt goed. Waar zijn alle mensen van jou altijd nazi's? Ik ga echt super. Ik heb alleen maar verloren. 0-11, oeh! Maar ik heb wel de beste team in Android. Nou... Ga goed doen. Hij is ook sneller dan mij. Dit gaat niet de auto zit hier echt zo vreselijk deze keer. Oh nee. Nou, ik heb 20 punten. Zo. Ik heb het flink verneukt, kan ik je vertellen. Oh nee, deze. Ah! Ah, ik kan mij ook 3 punten schieten. Ah, fuck! Oh, een handel liggen. Ah. Ja, dat gaat gewoon een keer fout. Nou, word ik iedere keer gestraft. Oh, dit gaat me niet meer helpen. Oh, Jeng. 6 assists. Sweet. Rick, hoeveel assists had jij nou in die game? 5 geloof ik. Of 4. Oh, dan heb ik dat al. Hij blijft maar alleen een klein beetje voor met de rebounds. Ik is 7 seconden langzamer. Die blok, hoppa. Assist, nee. Mensen die in NBA in gouden kleding rondlopen zijn faggots. Ja. Sorry, maar het ziet er niet uit. Ah, gaat hij zeker met 3 punten. Ah, man. Ik kan tenminste aan mijn rebaantjes, ook prima. Het gaat erom dat ik 5 wedstrijden speel. Ja, ik ga hem niet meer loslaten. Ik heb liever dat jij scoort dan dat ik hier een keer gestraft word op mijn team. Dat doe ik maar lekker zelf.
keer gestraft terwijl ik gewoon anderen probeer te helpen. Ah, hij gaat het ook gewoon. Self alley op ook nog. Oh, Bas is back. Hallo. Hoi Bas. Hallo. Mijn naam is Dier. Ik was even aan Netflixen. Netflix en chill. Hallo. Ik moet zeggen, je ging echt precies op het goede moment weg. Hoezo? Wie legt hem dit uit? Niemand? Nee. Oké. Okay. Nazi's! Of de Nazi's van jouw Discord! Hoezo ging ik op het goede moment weg? Sam? Ja, ik heb niks gedaan. Nou ja, ik heb gegoogeld. Vertel het. Waarom moet ik het vertellen? Heb je het over? God voor de god. Ja. Hey, kut. Niet zo vloeken, man. Nee, wat jouw doet, zoek niet een blauwe wafel, oké? Okay? Dat is het enige wat ik zeg. Ja, zoek wat? Een blauwe wafel. Nee, doe het niet. Als je doet het niet. Ah, kom. Dat mijn ding maar niet te zijn. Oh, leg! Oh. Oké, boys, leg het maar uit. Nee, ik heb het toch gedaan? Doe maar niet. Nee, zoek maar niet op. Nee, even een grap, doe het niet. Ik wil het weten. Ja, dat is kut voor je. Doe het niet. Okay. Hoe oud ben je? Oh no, ja. Dat had ik niet weten. Laten we maar niet op mijn leeftijd beginnen. Jawel, hoe oud ben je? 11. Ah, ik ben 1 jaar ouder. Ha. Oh, ik ben ouder dan jullie altijd bij elkaar. Oh. Ja. Lekker, Heiko. Heiko, jouw leven is 3/4 voorbij. Haha. Nee hoor. Nee. Haha, Heiko, je bent oud. Heiko, jij bent eerder dood dan ons. Haha. Nee, dat is niet. Bas Vlogs leeft langste. Haha. Ah, nee! Jeetje, waar denk je dat schop nou? Als wij één persoon uit de crew kunnen kiezen die het meest gezond is, wie zou het zijn? Kikken. Jongen, jullie zijn gamers, jullie zijn de hele dag binnen zeker, of niet? Wat een beetje. Ja, ik zeg allemaal. Als het goed, ja man, met jou? Hey, Sander is terug. Hey, Sander. Echt gerekt online hier. Blade, als jij Anne het gezond van zeg maar de groep van jullie sport in, ja, maar ik heb ook alcohol op een 15e, dus. Ik sport drie per week naar de sportschool. Waarom heb je? Ja, maar ik heb ook alcohol op een 15e. Ik weet niet dat zo lekker is. Goed om te horen, Sander. Nou, één van de 5 potjes gehad. Prachtig. Maar ik eet niet gezond, dus ik ben sowieso niet gezond. Hashtag blij. Jezus man, hoe lang doet dit man erover? Gamers zitten niet altijd binnen. Nee, voor het, niet altijd nee, maar 9 voor het 3 keer wel. Nee. Als een keer buiten spelen, als een keer buiten zijn, dan heb je vaak gewoon een laptop bij zich. Gamers of nog. Maar dan ben je wel buiten. Of je zet je raam open. Ja, maar dan ben je niet buiten. Dan ben je binnen met z'n lucht. Ik ga buiten staan. Hopelijk dat die snel okay, ja, doei! Je zal niet gemeen worden, mensen. Dat zal wel niet. Oeh! Hij heeft de swap gemaakt en ik krijg hem wat vrij. 7 minuten in deze kwart en dan ben ik klaar, Rick! Ja!
Je klinkt niet wel te blij ermee. En dan ga ik nog een game doen. Later. Echt joh? Nee. Kan je dan een park? Ja. Ik kan één game spelen op 5000. Ik blijf altijd even slecht in deze game. Ik ga. Kom naar de park. Ik ben Caterham. Yes! Oh, ik heb 10 maatjes nodig. Oh, die yes. Koffer kan ook helemaal 22 punten, hè? 1 rebound, 6 assists. Ik heb weg die koffer, man. Zo, ja. Ik heb paarden bij de baan. Niks klaar. Rick, mocht je ooit willen weten hoe onprofessioneel mijn werkomgeving is? Heel erg. Teamleider bij ons, of afdeling. Echt dan heel erg, dank je. Hoe ik het ook moet noemen. Die had een beetje gewoon zo'n draagbaar oortje in. Dat je ook vaak hebt bij de Albert Heijn. Ja. En iedereen die droeg die dingen toen die tijd nog, en dat doen ze nu niet meer. Maar die staan altijd gewoon op het luid volume. En hij zag dat iemand aan de balie in gesprek was. Echt heel geconcentreerd gesprek met een klant. En in één keer zat hij bij zichzelf, weet je wat, fuck it. Dus hij pakt dat microfoontje, zet hem aan en hij zegt heel snel in die microfoon: Dikke piebel. Wauw. En iedereen. Wow. En die collega aan de balie, die wist niet wat hij moest doen. En die kant die stond er een beetje bij van, oké, bruh. Lekker. Zo'n werkomgeving zit ik in. Godsamme man. Weg, ik ben er trots op. Dus kom je een keer op werk langs, wees niet te verbaasd als mensen in één keer zeggen dik. Wat slecht. Hey, is goede humor, Rick. Eet. Hoor niet binnen aan het bedrijf. Klopt wel. Rick, wij zijn bouwmaat. Ja, of niet? Ja! Yes. Onze prijzen zijn hoog, maar onze interactie met de klanten ook. Haha, ik heb 6 deals. Zo. Straks hoor je bij ons gewoon in het midden van de stream. Gewoon als je hem terugkijkt, hè, of je komt letterlijk. Net op het moment kijk, in de stream dat jij denkt dat ik een fake appeal bij. Gaan we ook weer kijken. Ik zit bij Caterham, ja. Yeah. Maar we gaan doen. Hé, hey, dat is een goed team hoor. Ja. Ze noemen 71 ook en 79 overal tegen de 90 yeah. En de 92. Dit kan alleen maar goed gaan. Nieuwe Christian Albers, ja, ik kan. I'm a lot of vision. Oh, we hebben niet eens range. Hij is ook geen 3 punt. Hey Blade, besef, Christian Albers is gewoon teammaat geweest van Caterham, hè? Ja, weet ik. Maar waarom zou je zo iemand aannemen? En ik heb geen goede verdediging. Omdat hij eigenlijk niet zo schreeuwen. Vrij weinig heeft gedaan. Heb je het over een gek ik? Ja. Nee. Weet ik veel, het is beter om te vragen. Wow, man. I give up. Oh my god, het gaat niet goed komen. Wat ben je deze? Helemaal open. Wauw, vierde kwart nog 3 minuten te gaan, maar het staat 85-121 voor ons. Hoppa, punten. Maar het gaat wel kut voor je zijn, man, Rick, zo. Wat? Gaat zo meteen in de park spelen met een van de slechtste NBA-spelers aller tijden. Ja, dat kan alleen maar goed gaan. Dat doe ik nu ook. Maar ik ben zelf ook niet zo goed met dit poppetje. Rick, ik ben beter in 3-on-3 freestyle. Lekker. Game. Oh. Nee, schat, ja, ik ben screen assist, telt ook als assist. Nee. We staan gewoon gelijk. Ah. Oh. Ja, oh, nee, ja. Ik verdien het niet. Yo.
Ja. Flair, Ghibli, oh. Oh, papa en mama nachtegaal zijn terug. Ja, ze zijn daar. Oh mijn god, ik ben echt langzaam. Ik ben laat. Ik zou zeker nog niet vallen. Ja. Ik ben gewoon 7 seconden langzamer. Van wat? Hoppa. En we leiden. Dan de nummer 1. Hoe is het mogelijk? Die doet 1. Die doet 1.15. Rond Hockenheim. Dat kan zijn dat ik even 2015 weer ga oppakken. Ja. Het kan zijn dat ik even 2015 gewoon weer ga oppakken. 2015 of zo. Dat was best een leuke game. Ja, was het ook. Ik vond hem ook een stuk leuk aan het testen. Ja, ik vond het leuk dat je meerdere seizoenen erin had. 2014 en 2015. Zet dat even uit, man! Ja, zet maar uit, inderdaad. Dat is de tweede fucking keer. Eerst schiet je op de paal en dan schiet je op de pieper. Dunke. En daarna schiet je naast. Als we dit winnen, we zijn zoveel hoger. Als we dit winnen, dan mag ik maar geen meer goed. Gaan jullie dit winnen of niet? Nu schieten, jong. Ja! Suk. Pijn aan het 3-on-3 is leuk, ja, voor 10 minuten. Dank je. Ah, we hebben er best wel een tijdje plezier mee gehad, even eerlijk. We hebben het meerdere malen gespeeld. Nou, niet doen nog op de kutgame. Oh ja, en dan staan we ook niet eens marine dan, dus zit het niet expres op. Ja, als die dikke meid, die gooide alles erin. Ik weet de naam niet eens meer. Die dikke blanke meid. Fortnite is zo bekend omdat het gratis is en omdat er dansjes in zitten. Wel, dat took a long time to figure it out. Als je daar nu pas achter komt, Nee, het was wel anders tegen. Klopt, heb ik ook. Ah ja, dit gaat weer. Jammer. Nou, hoe leef je? Als ik zo erg slecht ben in FIFA, dan heb ik inderdaad onder de steen gelegen. Vind ik dan netjes nu. Hij mist op open goal. Hij schiet hem op de lat op open goal. Kan je ook niet schreeuwen, hoor? Oké! Okay. Oh no. Oh, wow. Stevie. Gewoon die gast die... Ik was dus aan het racen in een open lobby. En ik werd geëmuleerd door iemand. En die komt nu gewoon weer de race binnen. Gast, nee! Allemaal nee! Nee! Allemaal in terug! Oké, laat het doen is. In de ketrum. Yes, in de ketrum. Ik had gewoon kunnen dunken. In de mooiste auto. Ja, daar ben je aan. Hier ben ik het niet. Oh, daar vast. Oh, dit wordt wel dunken. No! Huh? Hij is weg. Nou, rustig. Ja, dat was heel naar. Had het beter kunnen switchen. Man, we begonnen best oké. Voila, overal. Oh, je schijt, ik moet schakelen. Huh? Ja, dat is over. Een Timberwolves bal. No. Yay! Wow. Don't do it. Don't do it. Dat is balen. Yeah boy, 29 punten. Let's go. Ben je nou al klaar met je wedstrijd dan? 2, 1. Afgelopen. Top, ik moet nog 3 potjes. Kom even gaan. 29 punten, 1 assist. Nee, 29 punten, 1 rebound, 7 assist. Lekker. 4 contested deep shots. Ik zeg het je alvast, geen gouden badges. Wil je tegen de Timberwolves? Nee, met de Timberwolves. Deze. Nee, nog niet. Want ik heb waarschijnlijk nog een interview. Nee, Blade speelt met de Timberwolves.
dat zei ik net. Oh, man. De guys in de studio willen een interview met je. Deze JBL headphones op. Ook even extra opnoemen. Weet je wat? Ik ga gewoon klonsen. Ik ga mensen revernachelen, ja. Ik ga gewoon van staan. Safety car, safety car. Sit down. Be humble. Sit down. OP Mao. Vast een goede krijg spelen. Toch allemaal de kleren. Alphabet, alphabet, alphabet. Je hebt geen zin om braaf te leren. Ja, dat doe ik niet. Spel in goud. Nou, dat gaat nog even duren. 8-0 staat het. Nou ja, ze zijn er bijna in de hoofd trouwens. Hier raad hier. Hoppa. 10-0. Ah, oh, jammer. Geit. Ik wou hem uit de regen halen. Michael, acht kijkers! Wat? Was net ook hoor. Hoe heeft Rick kijkers? Ja, ik weet het ook niet. Oh ja, het is 4 kijkers. Kijk, dat is Rick die ik ken. Ja. Goddammit, dit is nog moeilijker dan ik dacht. Ja, het zijn wel echt een stuk. Ik ben aan het laden naar het hopen nu, Rick. Ik ben er bijna. 80%. 85. 90. 100. Stuur maar een invite. Yo, als ik hier gewoon iemand mee raad. Friends. No friends online. Squad up. Ik zet mezelf wel online, maar weet dan dat waarschijnlijk onze boy weer gaat joinen straks, hè? Oh ja, maar dat komt goed. Oh. Hi. Leg eruit. Let's not talk about that, shall we? Oh, god. Ik wil wel aan de rij blijven staan. Kom maar bij. Nou, dit duurt lang. Heb je het laatst over die gasten die heel de top waren en altijd multi dan eentje kan maken no met een groep? No friends online nog altijd. Nee. Ik sta nu online. No friends online. Ik heb een berichtje van Dave. Wie ziet u nooit na? Wie staat er weer? Maar wie ga ik rijden? Ik ga voor Caterham rijden. LMAO, Rick. Ik kan jou niet vinden, man. Rick, ik en Damien Linnet. Yo, DJ Busy. Nou, what's up? I'm going to be at the studio. You should come through. Okay. Bring Sham. Actually, forget it. I'm busy. Lekker, man. Fuck jou. Wat is dat nou weer? Ik krijg een dubbel-dubbel in 6 games. Oh. Heiko, welke game speel jij? Steep. Wat is dat? Friends. Een snowboard 20 sportspel. Rick, je weet dat je even moet wachten voordat Friends Online op je scherm komt. Oh. Het is altijd even wachten, want dan laat hij al je vrienden. Oké. Okay. Even wachten. Ietsje. Ah. Tada. Nou, eens even naar de T van de Blade. Ajax, man. Andreas Ajax. Arie Kruid. Kijk, voetbal wat namen. Jezus, ah, wat gaat het nou? Hunterkiller, zag ik. Je staat er niet bij. Ik kan niet verder met het niet. Je hebt te veel vrienden, man. Ja. Ik kan jou wel inviten. Ja, ah, doe maar. Oh, Friends Online. Oh, jammer. Hé, hey, kijk. Trippix in de menu's. Fight. Kijk. Rick, voor mij kan je geen GTA gaan sturen. Zet invite, ik ga even kussen.
zou wel bij mijn melding hebben. Ja. Die servers lagen eruit voor dat mij. Vind ik. Ja, klopt. Laat ik even kijken. I know. Even laden. Dan gaan we vandaag met de Blade Sharp in de park spelen. Kan niet goed gaan. Kan gewoon niet goed gaan. Hier, je moet ook een keer een court match doen. Een court match, weet je wel? Of gewoon op straat. Ja, dat ga ik doen dan. Oh, ik dacht gewoon normaal te doen. Kan je ook zeg maar gewoon een potje als een team doen, zeg maar? Gewoon net als FIFA bijvoorbeeld? Jawel. Oké. Blade. Hij is pissen. Oh. Ah, hier staat die gek. Helemaal verwonden in zijn blauwe pakje. Ik kan tussen wel even een keertje joggen tot die terug is. Ik kan mijn opties je nawijzen van bijvoorbeeld DJ naar de Beast. Oh ja, weet ik man. Maar weet je in het verhaal wat je toch DJ genoemd. Dus ik laat het gewoon zo. Ik zie niet echt een reden waarom ik het zou veranderen. Nou, even sprinten op de loopband. Of sprinten, joggen. Is mijn energy zo ook weer 100. Moet ik nog 3 wedstrijdjes met Blade doen en dan gaan denk ik een andere game spelen. Moet alleen even kijken welke. Battlefield. Oh, wie weet. Skyrim. Skyrim. Ja, dat speel jij toch of niet? Ik vroeger wel gespeeld. Oh, Skyrim. Ja. ja, maar niet meer. Ik speel het nog wel eens, maar ik ga niet streamen. Nee. Nou, dan niet. You make my good days better. My bad days worse. Zoek het lekker uit. Nee, dat is die dik in de play gezakt. Hey, je bent toch niet in een plek gaan vallen. Hij is er weer. Kom, we gaan naar het park. Ik zou even een squatje maken van ons. Hey Rick. Moment. Wacht, ik moet even naar de training gaan. Dus wat dingetjes. De Blade Sharp. Invite the squad. Zo. Ik heb je uitgenodigd voor squad. Oh. Dat is het van toch? Of gewoon bij je ding. Squad! Step squad in fight, oké. Tijd om sprintjes te trekken. Nou, ik ga je even aanmoedigen. Ja, Blade is sport hoor. Oeh. Ja, dan, dit is een bijzonder moment. Zet hem op, jongen. Zet hem op. Je kan dit. Ja, en de andere kant op. Goed. Wat zweeft daar achter je? Rick, heeft iemand jou gecheerd? Een ketting om ofzo. Wat zei je, Sam? Heeft iemand jou gecheerd? Cheered? Ja, er staat er... Die soort van donaties op Twitch. Hoe doe ik dat? Je kan ook, ik weet... Ja, hoe doe ik een cheer? Zeg dat maar eens. Ja... Normaal staat het er gewoon, maar ik zag het niet maar Rick.
Is het niet alleen voor partner of zo is? Waar is Rick? Ik ben nu door de subway naar de park aan het gaan. Oh, sorry hoor, ik dacht meneer, je ging me supporten. Je was al klaar met rennen. Ja, lummel. Dat is ook makkelijk. Toch alles wat je moet doen. Ook al heeft Rick de lager overal, gaat hij beter doen dan ik doe. Nee, ik verwacht dat jij ons gaat carryen nu. Nou dan. Nou joh. Kijk, een man met wit raar shirtje met kruisjes erop. Pijltje, wat het nog is. Hier, meneer. Ik heb de betere outfit. Meneer. Ik heb de betere outfit. Ja, leuk. Kom. Oké, okay, waar gaan wij slecht spelen? Ja, we gaan gewoon naar de 2 tegen 2 potjes. Ik ben 35, ik ga nog ineens fucking pas van Malen Aldo bij. Ik ben een kom gewoon van. Dit zijn 3 speler dingetjes. Ja, maar we moeten even naar de boven. Ja. Ah, je moet wat voor over hebben. Dit is een legend board, Rick. Hier is 2 tegen 2. Dat is een goeie. Nou, waar gaan wij falen? Hey, Nazi, weg! Kom, hier, bij de squad. Hey, Rick, daar staat al iemand. Wij gaan daarom hier bij squad, dan kunnen we altijd, kan altijd iets trainen. Okay. Hoppa. Rick, kom je erbij staan? Als het goed is, werkt dat al, hè? Huh? Wacht, nog een keer, zo. Hoppa. Nou, ik sta er niet bij meer. Wat is dit nou? Oh, ik sta er wel bij, maar niet. Ja, dat had ik dus net ook. Wacht, dat moet beter kunnen, nog een keer. I got next. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Ja! Oh, nee. Ja. Staat er onderaan wel verkoord, staat dus exit en val. Ja. Ja, nee, dat is goed. Gaan we zo meteen lekker niet met elkaar spelen. Gaan we zo meteen lekker verliezen. Ja, want ik zie wel 4 roze dingetjes. Ja, daarom. Ja, 2 van die roze die zitten bij elkaar. Ja, goh, het is 2 tegen 2, logisch. Op het moment dat er dat je bal gestolen wordt door een speler van 75 overal. Jij bent ook gewoon even 87, doe je netjes hoor. Ik heb niet eens veel gespeeld. Het was gewoon één of twee van die visieacties en het was direct 87. Bam. Het zou leuker zijn geweest als het gewoon is, je stats gaan omhoog op basis van wat je veel doet. Dus als je veel gooit, dan ga je gooit de shooting stats. Ja, dat zou ik ook liever zien, maar ja. Kan je echt trainen op wat je fijn vindt en zo. Wordt je spelen echt jij. Bij FIFA is dat wel zo, toch? Weet niet. Een spelercarrière en dan wordt je speler ook beter wat je doet. Met die Alex Hunter of wat? Nee, gewoon als je als speler doet in plaats van manager. Oh ja, maar FIFA vind ik het gewoon saai. FIFA is het ook gewoon saai bij. Ja, weet niet. Ja. Maar het kan wel zijn. FIFA werkt niet goed voor een maker helemaal. Nee. Ik heb namelijk ergens gelezen dat je gemiddeld per game in voetbal in het echt zo'n 50 à 60 seconden per wedstrijd in totaal je de bal bij je hebt. Bleed jouw gezicht, jongen. Ik probeer hem een beetje in beeld te krijgen, maar het ziet er echt niet uit volgens mij. Ja, dat zeg ik toch! Jezus! Ik zie er echt uit als een Ik ben die fresh de nieuwe broer. Ja, jongen. Dat is het gewoon. Be fresh. Hij is wel net zo retarded als haar, dus... Hey. Dat is niet retarded, ze is geweldig, oké? Nou... Oh, hier, de 75 overall heeft gescoord. Spinelli is zij de beste character in deze game. Nou, niemand is beter dan Spinelli. Wat? Ik vind Shammy ook nog wel geinig. President of basketball. Freaking a vibe. Freaking a vibe. Frequency vibrations.
Karim Abdul Jabbar. Gekke Shaq. Ik zie gekke Shaq daar links. Wat is dat? Waarom? Is toch mooi? En dan MJ, de GOAT. Waar is onze LeBron James? Shaquille O'Neal met een dubbele onderkant. LeBron James. Ik verwacht wel dat je goed gaat spelen zo, hè, met je 87 overal. Ja, ons, ja. Ik kan goed spelen. Jawel, dat ga je kunnen. Psych! Je zal wel moeten met je 87 overal, dat kan je. Rick, jij staat lekker bij die rim en ik paas die bal de hele tijd naar je. Als je niet vangt of als de turnover wordt, moet jij maar beter gaan staan. Ja, flink wel. Ik ga screen jij zetten. Jij bent hier de 2K expert, Rick. Ik ga screen zetten en jij gaat driven. En gaat Rick, volgen. Jij bent niet voor niets degene die altijd affiliation heeft gehad met 2K, sorry. Een? Affiliation. Oké. Okay. Je ziet dat zij dit gewoon niet al jaren spelen. Nou Rick, onze ondergang. Ja, we zijn aan de beurt. Kijk die overhals, 93, 94 en jij bent 87 en ik 79. Jij moet ons dragen, doe je best. Ik heb een petje op. Ja, daar gaan we. Oh, kijk die boys met een Lakers outfit. Ook echt. Oh, matching outfit ook. Ja joh. Oh jezus, die win-loss percentages. Damn. En dan heb je ons. Yeah! First game! 13 losses! Kids! Ja, godver. Ja, dit gaat goed komen. Hallo. Dit willen we zien. First game. Mijn controller werkt niet. Echt niet? Oh, nu wel. Controller. Ja, goede verdediging. We staan goed. Nee, dat is niet goed. Dat was super goed, man. Denk je. Oké. Gaan wij überhaupt nog aan aanvallen toekomen? Oh. Ik ga er niet van uit. Dit is geen goed begin. Ja, dat bedoel ik. Ja. Oh, fuck! Rick! Rick! Oh nee! Nee! Dat gaat mal. Mis. Ja, hebben ze. Hier. Driepunter. Nee, zou ik. Jeet! Midi. Oh my god. Pak hem. Kom man. Bitch. Nee, ik hap niet. Oh nee, I fucked up. Oh, de paas. Oh, de moves! Ja, dit is super kut. Ai, ai, ai. Dat is super goed, man. Ah, we hebben een aanval gehad, alleen je miste helaas. Oh, damn it. Hij is te snel voor mij. Moet het tegen slechter spelers gaan, Rick? Ja, ik wel, maar ja, er is geen matchup ding. Je moet alleen... Oh, lekker! Rick, ga ervoor! Ja, dat wordt hem niet. Lekker! We hebben punten! Assist! We gaan nu zijn wij de aanval hoor. Nou gaat het komen. Hoppa! What the fuck? Rick, pak die bal even, lul. Nee, dan ga je. Eentje wat onsportief van je. Oh, daar gaat de camera. Oh. Goed zo, goed vrijgelopen. Ja, hier. Ik ga je screen geven. Oh, hier. Psych! Nu! Oh. Mooi gedaan, man. Dat weet ik. Ah, we hebben een kleine comeback. Dat vind ik toch wel leuk.
fuck! Ik was dichtbij. Baby, ik ga maar hier niet. Wat was dat nou? Noem je dat verdedigen? Ik ben altijd al slecht geweest te verdedigen, weet ik. Nou. Hand tegen. Oh. Oeps. Oh damn, die paasjes. Het is dat ik een paas. Hier! Blok! Psych! Oh. Oh my god! Oh my god! Yeah! Let's go! Yeah, let's go! Oh, hier. Doe dit. Oh, wow. Rick, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, dat was slecht. Auw! Auw! Mijn grade is nu C. Ja, mijn is C+, gelukkig. Mijn is C+. C. Nevermind. Ah, goddammit. Jezus, die paarsjes. Goeie fout. Wat nou, Richard? Goeie fout. The fuck? Wat was dat voor zooi? Dat is wel. Rick, sta jij op een B-min? Ja, dat moet goed zijn. Ecker. Hey, wat is dit nou? Ja, gewoon achteraan leunen, man. Ik blijf bij mij, mannetje. Geen smitsje dan. Ik had een screen op mijn bakkes. Ja, kut voor je. Doe ik het ook weer? Nee. Ga, ik ben vergeten hoe je moet doorvoelen. Wat ben je nou te doen, man? Oh. Ja, jammer weer. Mooie 3-punter. Nou, nog 1 punt voor zijn ze. We kunnen nog wel 3 punten schieten. Ze hebben het hele pot niet gedaan. Waarom mag ik niet doorvoelen? Ja, dat is waar. Oké. Nog 2 punten. Ja, dat was hem. Nog 2 potjes te gaan. Zien? Nee, oh. We zijn al niet klaar. Wat nou? Ik moet nog 2 potjes in de shirt spelen, dat is goed. Ah, kut voor je. Gaan we niet doen. Jawel. Ah, yeah, there we go. Dat is waarom we hier aan begonnen zijn. Nee. Ja. Wat willen? Kom. Ga gewoon in de rij staan. Nee, er staan nazi's in de rij. Gaan we naar de andere rij. Kijk, dat ziet er meer uit. Kijk. Squad. Hoppa, I got next. Gaan we dan wel allebei staan? Ja! Kijk. Dit ziet er echt niet uit, wij twee. Hé, hey, hier zijn wel wat meer gelijke tegenstanders op zich. Ik zie 2 in de 70. Ja, maar wat mij zo benieuwen, zitten die 87 en 91 bij elkaar of niet? Nee. Nee, precies. Ik hoop dat... Ja, boeit niet zoveel wie er wint. Het is redelijk gelijk. Alleen die 91 is echt hoog. Als mensen zouden me willen volgen, doe dat dan gerust op social media en hier op Twitch. Linkjes staan in de beschrijving. Mocht je dat niet hebben gedaan. Blijf je lekker volg op Twitter, kut! Gaan. Ja, precies, Twitter. Of volg op Twitter, bitch! Mocht je een gele bui zijn, er staat ook een donatielink in de beschrijving. Help me, ik heb geld nodig. Nee, dat niet. Anders zou ik wel een stop. Kijk, je hebt altijd geld nodig. Ja, iedereen heeft gewoon geld nodig. Wat een gek paar shirtje. Nee, ik ook niet. Waarom heeft iedereen by the way altijd zo'n gek uiterlijk? Sorry. Ja, dat is raar, hè? Ik snap me dat ook niet. Waarom? Dat mensen willen trollen. Ah, lol, kijk, ik heb een super blank karakter of een super donker karakter en heb gouden kleding aan. Ah, lol. Ah, kleding boeit me nog niet zoveel, maar gewoon grijs haar, grijze baard. Nou, maar die massief gouden kleding kan optieven. En dat jouw signature shoes? Wat, ik signature shoes? Oh, die heb ik niet, nou maar.
Heb je wel je eigen colorway mogen samenstellen? Nee. Oh, dus dat heb ik dus nu wel aan. Eigen colorway. Ik heb je gewoon wat dat betreft daarmee al ingehaald. Paars en waarom paars groene schoenen, Rick? Wat, paars? Paars geel. Paars, geel, zwart. Leker kleurtjes heb ik gewoon gedaan. Zwart. Oh, een van de gek dingen onderaan is zwart. Schijnt ik de laatste. Bleed, je ziet eruit als een smurf, man. Lekker. Wat in game? Ja. Ja. Maar dank je voor het complimenteren van mijn gezicht, Heiko. Hij staat ook wel voor een naast een tyfuslange center. Die ik heb ja, kijk dat gezicht van Bleed. Kijk dan. Ja, maar Heiko is echt. Heiko, Rick is echt in game is van 8 voet. Nee, 7 voet 2. Prachtig gezicht had die Bleed. Godverdomme man. We hadden nog kut aan de hier. Hopelijk winnen we de volgende. Als we dan kunnen blijven staan. Kijk, die zit daar nog een vijfde pop. Dat is even goed spelen. Oh ja, let op het spelletje. Oh. Ja. Zit ah, dat kan ook. Bobby Lashley enjoys his first European tour. Oké. Nou, ik laat maar stinken. Spannende stream, man. Ja, lekker wachten. Het gebeurt echt veel. Ja. Ja, dat hoort er soms even bij. Hoe is het in Steep? Ja, dit. Hij naar je zin. Naar je leuke dingen. Ik heb het wel zo. Nou, dan moet je je bek houden met je kutcommentaar. Oh, kijk, mooi. En nog mis. Nemen ze de tijd, zeg, deze teams. Gadverdamme. Slechte screen, slechte schot gaat mis. Oh, nee. Niet dat wij het veel beter gaan doen, want deze smurf naast me kan niet basketballen, maar... Komt goed. Nou, dat is klaar. Ja. Gaan we weer Bleed? De nieuwe coach van Arsenal gaat waarschijnlijk Unai Emery worden. Wie? De oud-coach van Paris Saint-Germain. Oké. Is dat met die vreemde neus? Nee, dat is Rick. Lekker. Ik weet niet meer per se coach was. Kijk, Rick! Ja, daar gaan we weer. Oh. Daar zijn hun. Oh, Raptor shirtje. Ah, ze zijn ook niet al te best. 10. Oh, mooi dansje. Kijk, dit is gelijkwaardig. Wij zouden dit moeten winnen. Het is gelijkwaardig te winnen. Wat is dat? Ja, maar hij is over het algemeen wel beter. Ik ben hoger als die andere in de 70. En jij bent even hoger. Iedereen die aan het dansen is en wij staan daar gewoon een beetje. Okay, leuk. Hallo. Hoi. Ja. Nou, we hebben beide nog geen één keer gewonnen, dus zij hebben de voorsprong. Ja, ze hebben ervaring. Hier is de kast dat gaat goed. Verdedigen. En dat doet nu al niet. Dat is supergoed. Kijk, het begint nu al. Pak hem, Rick. Pak hem. Ja, zeg jij hem maar goed. Oh, lekker. Ja, paas. Niet. Drie punten. Jezus. Oh, lekker. Yes! Goeie. Dat was een kut paas. Lul. Waarom doe je dat nou? Lul. Gozer. Lul. Nee, dat was jij. Lul niet. Jij paast op dat domme moment. Jij kwam weer een keer naar voren, dus ik zie iemand anders lopen. Dus ik denk, perfect moment om te pasen. En dan komt er een dikke gast aanlopen met 99 pace.
Hij kan ook niet 3 punten schieten, dus dat scheelt gewoon. Ik wel. Got it. Hij kan helemaal niet schieten. Oh, even daaruit lopen, man. Ja, ik kon niet meer lopen. Lekker bullshit. Oh, oké. Wauw. Wat? Ik heb hem, ik heb hem. Ga voor die andere. Ja, wat? Je had hem. Ik deed mijn best. Nee, maar niet. Wat? Hij is je wel aan het rekken, man. Iedereen rekt mij, Rick. Als ik tegen mezelf zou spelen, zou ik mezelf rekken. Hij is aardig aan het dribbelen, deze guy. Uit tegenveld. Gaat hij zo weer? Lekker. Aha. Goed verdedigd. Onze bal. En dan moeten we even goed spelen. Lekker. Was een goede kick hier. Ja. Jury timer op 10 minuten. Ja, dat is te laat. Dank je. Yes. Goed. Maakt niet uit of het te laat is of niet. Ik kom daarna goed bij staan. Come on, 21 of 14. Ja, alsjeblieft. Perfect. Lekker. Comeback. Nou, terug. Oh jee, daar ben ik goed gelijk ook. Ja, goeie. Lekkere play. Dit is wat we moeten doen. Kom maar. Hier. Never mind. Moet uit de pijn. Oh, en zijn fouten. Ja, goed wel. Schiet. Schiet. Got it. Lekker. En dan heb ik geen rebounders, dus daar kan ik wel lekker overheen. Kom maar. Wat doet hij? Ik heb geen idee. Gewoon schieten. Lekker. Waarom stond hij daar helemaal? Fuck. Ja, yes, ik ben 20. Ja, ik ben confused. Niet slecht in de keten. Lekker. En dankjewel. Zie je hoe slecht mijn layups zijn. Ja, boeien. Ik ben er on the glass. Ik ben er voor de board. Hier. Never mind. Maar waar gaat niet in de paint? Zo. Ja, kom. Ja, yeah, got it. Yes. So. What the fuck? Lekker. What the fuck was dat? Ik heb geen idee. Ah. Ik verveel me. Ben een leuk spelletje. Ja, ga ik. Ah! Oh, je hebt de bal, wat nou? Oh. Nee! Nazi's! Ik weet geen leuke spelen. Ik heb wel even uitgespeeld, lijkt voor mijn gevoel. Kut. Ik heb geblokt. Daar moet je online spelen. Oh, ja. Kan je uitspelen. Als je online spelen, kan je uitspelen. Wat is dat, Dave? Wat je winnen. Lekker. Oh, de enige reden waarom ik al aan te kopen is voor Lucky Racing. Oh. Ik zou niet weten waar ik nog meer wil. Super easy. Zwaaien! Oh, ik kan meer de games spelen. Hey. Bye! Hallo. Hi man! Zijn twee! Ja. Blijf jullie staan! Wat is dit? Doei! Ja, we hebben gewoon gewonnen! Mooi man! Hoe kan dit? Ook die 3 punten aan het begin, bruh! Ja, mooi! Mooi! Oh ja, ik heb catch and shoot op zilver staan! Maar we hadden ook geen big man, ik kon best wel lekker rebounden, dat was wel fijn! Ze hebben gewoon gewonnen, man. Jezus. Ja. Ah, oh, dan moeten we wachten. Was er niemand? Nope. We moeten wachten. Oké.
Nou, leuk. Komt goed. We moeten nog één potje spelen en dan heb ik maar 5 potjes gehad. En we hebben gewoon een win. We hebben een win op ons record. Even social media even bekijken. Ja. NBA Rookie of the Month. Timberwolves point guard kampioenprijs. Boston Celtics, who is the missing piece? Damian Lillard, a student of jazz? Electric Youth, top 24 under 24. Hoe ben ik Rookie of the Month geworden? Wat is dit? Ik ga die gozer even niet gaan verzoeken te doen. Kijk of ik mijn account een band kan krijgen. Nope. Geloof ik dat zelf niet. Of mijn account ook bad support. Blijf met rood mee, jongen. Waarom zou dat niet lukken? Oh ja, ik moet straks naar de recording studio gaan voor de thee. Als we hem erin kunnen krijgen, kan het gewoon wel eruit. Oh! Oh ja, daar gaan we! Met tegenstanders! Deze zijn denk ik hoog. Ik weet niet. Ik bedoel, ik heb toch niks te verliezen. Daar staan we. Lekker stil. Wat? Hallo. Dus kunnen ook gewoon hier PSN bannen. En nu hun overal. Ja, oké. Ik ben bang. Had het valt mee! Oh! Dit valt mee! Wat is dat voor... Huh? Ja, maar ze hebben wel veel gespeeld. Dat wel. Wij niet. Dus, Koning Arthur. Deze gaat wat worden. We hebben onze eerste win. Voor een kleine streak, Blade. Dit gaan wij doen. Hier, daar is de screen. Komt ie, de mini! Voor de stream. Je moet voor de kijker. Wat jammer. Dat moet ik ook niet meer doen. Waarom geef je mij de big guy? Ja, weet ik niet. Lul! Godverdomme! Omdat het kan. Ah, oh, deze guy kan wel... Oh. Ah, psych! Yeah, miss! Ik had eigenlijk verwacht dat ze dat wel deden. Kom je? Hi. Oh! Ah! Ja, mijn lay-ups zijn echt aids. Hoe hoog is je lay-up rating dan? Je verdediging is wel lekker, man. Ik zie je best wel veel grijpen. 72? Hmm. Ja, nee, ik grijp sowieso vaak. Oh, nou, dit voelt ik ben niet alleen niet goed wanneer mensen naar binnen slashen. Nee, dat merk ik. Daar ben ik echt bouwd mee. Als mensen gewoon een beetje zitten rond te kutten, dan is het als ze gaan slashen, ben ik ook gewoon fucked in verband met mijn snelheid. En hij kan 3 punten schieten, dat is waar. Kut. Oh, waarom heb je de rebound niet, maat? Fuck. Driehoekjes spammen, maar niet springen. Je stond er nog wel voor. En driehoekjes spammen, maar niet springen. Dat is een leuk, deze game. Oh, ik zal hem ook even erin leggen. Alsjeblieft. Ja. Springt er vanaf, jij gooit hem er even achteraan. Precies. Ah, oh, dag Daantje. Dag Leert. Goed. Lekker. Nou, daar gaan we weer. Daar moeten we weer vasthouden. Oeh, dat was risky. Oh, fuck. Oef. Nee! Kut. Ik pak hem wel. Ik pak hem hier wel! What the fuck? Ah. Nou, ik ben gefaked. Hij viel niet voor mijn pump fake, dat was jammer. Kan jij wel voor de zijn? Oh, Jezus. Dat is heel kut. Lekker man. Nou. Er zit geen streakje in, denk ik, bij ons. Hou hem tegen, lekker. Oh! Hey! Ah. Ja, ik denk ik kan het net zo goed gewoon proberen. Oh fuck. Ja, dus ai, ai, ai. Over de sluiter. En het vorige potje ging zo lekker. Ha! Daar zitten we even tussen.
Ah, zolang het niet verloren is, is er nog hoop. We hebben hoop. Hoop is alles wat we nodig hebben. What the fuck? Oh, wat de? Alweer school. Oh, kijk eens. Dit mini. Oké, dat was wel een beetje solo. Sorry dat ik het zeg, maar... Ik fuck it. Je moet niet overmoedig worden, hè? God, de god, de god. Ik wil ook natuurlijk goed zijn in de NBA, oké? Ik heb vertrouwen in je beleid. Oh man. Ik niet. Je verdediging is ook koud. Rick, ik heb altijd al gezegd, ik kan niet goed verdedigen. Nee, klopt. Ja, ik kan ze ook niet bijhouden hoor. Ik ben een slow center. Oh! Maar de stielen ben ik alweer wel af en toe goed in. Ja, af en toe. Af en toe. Ik steel wel over het algemeen van. Ik steel vaak, maar daar staat tegenover dat ik vaak punten tegen krijg. Ik ben gewoon een Mokotaan. Man, ik kom er ook niet langs. Jezus. Jolo. Waarom lijkt het de VSD van de foto kiezen nu als je achtergrond weet wil stellen? Ze weten mij wel goed buiten de paint te houden, man. Ik moet daar echt in zitten, wil ik een beetje effectief. Je hebt zo'n standaard ding dan, of zo'n... Ja, dat is een fout. Niet? Holy. Lekker. Kom maar zo. Microwave. Ja, jij moet even warm draaien. Jij moet het doen, sportje. Kom maar. Oh, wat dan? Hé! Hey! Viel! Huh? Hoe had ik die niet? Ga op, lel! Ja, wat een nazi joy was dit! Ja, ik zag het. Wat zalig. Ah, daar gaat onze kleine streak van 1 win. Nee, niet zo... Ah. Waarom nou weer zo? Maar ik heb wel de meeste punten van ons. Ja. Ik had uitgevraagd. Ja, doei! Oh, ik ga in mijn face. Blijf, heb je de meeste punten? Ligt dat ja, ik heb, aan ik dat heb jij zo goed bent of dat iedereen elf al iedereen anders zo slecht? Jezus. Ja, ieder ander in mijn team was gewoon slecht. Goed zo, top. Zou ik het ook zeggen? Nee. De enige ander die er was Rick en die werd gewoon de hele tijd geblokt. Oh, ja. Ik werd goed verdedigd. Wat wou je er tegenaan doen? Ik werd goed nee, sorry hoor, wat wou Rick de ene andere. Zo, mijn telefoontje gaat af. Er is een endorsement money. Jee, ik ga geld halen. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Je hebt een billboard photoshoot. Oké. Ik had mijn mountain nu shirtjes aan moeten trekken. Ja. Maar we kunnen nog een paar potjes doen als je wil. Nou, dan mag ik eerst terugrennen naar mijn kamertje. Ik bedoel, het is niet dat we veel anders te doen hebben vanavond. Ik heb eigenlijk best wel zin in Battlefield. Wat heb ik vaak? Ja, Rick, ga een keer Gran Turismo livestreamen. Nee. Ah. Nee, Gran Turismo is een chill game voor hem. Ah. Die heel weinig veel. Wat? Nee. Hè? Huh? Oh, ik had Aldous even uitstaan. Nee. Ik heb dus heel veel missies gedaan terwijl ik Outdoors even uit had en nu moet ik even opnieuw beginnen. Ja, welkom bij mijn kutje. Ik heb mijn lampje aan. Ik ga het gewoon doen, ik ga gewoon... Oh, wacht, hierin lopen. Oké, quick match. Oh, dan worden we waarschijnlijk gedisconnect van elkaar, Rick. Nee. Free mode. Nee, non. Yo, Spinelli, do you ever get tired of opening doors? Do you ever get tired of training threes? No.
bros do what bros do. What the fuck? Wat de fuck is professionele deurenopener. Nou. Rick, ga voor die 29 seconden, kom op. Ja, daar gaan we voor. Sneller die knopjes, Rick, sneller! Nee, dat gaat hem wel. Sneller! Ja, 29, hoppa. Blijf, had je nou een voortcrack? Nee, hij schreeuwde gewoon. Vaker. Goed zo, Rick, 29. Ja. Ik hoop dat het voor een sarcastische 29 wordt van 9 punten. Echt wel een 31. Nee, ik heb gewoon gehaald. Wauw, ik heb het weer dat ik hier zie op mijn Google weer. Ja. 23 graden dinsdag. Waarom ben ik een meisje? Ouder dan maandag. Sure. Wauw. Zoveel aan. Sure. Nou, geef me die gekke spoed. Kan je bek houden, jij vieze scheidvis? Oh, dat is heel leuk. Jee, visie. Stap in en let's go. Got something for me, Brian? Ja, precies. Die nut. Got him! Ook die slaan. Visus pas. Got him. Visus pas. Heb nog andere objectives? Nee. Ja, zijn er nog objectives van Park Games? Nee, kut. Oh, voor jou niet? Nee, ik heb geen Park Game objectives van Brian. Interesting. I doubt it, I've got a date tonight. Oh, nice. I'll bring her by later so you can... Geek stats. Of was het? Rookie. Even kijken. Oh, no. In points per game sta ik niet eens eerste, wat is dit? Ja, slecht. Rick heeft even sneaky in de tussentijd gewoon nog een pietje eruit geplaatst. En wat zegt het? Nee? Nee. Geen antwoord? Nee. Dat was namelijk heel slecht. Nou. Oh, mijn Mountain Dew staat er nog wel. Hey, wat een grinder. Niet Mino Raiola, maar Ajax doet Justin Kluivert naar de uitgang. Eens of oneens. Eens, oprotten. Ik ben het ermee eens, flikker op. Sorry, maar ik ben echt klaar met die Kluivert en die Raiola. Flikker dan maar op. Of blijf tenminste bij Ajax zitten, maar ga niet mee spelen. Niet in het eerste en niet in het tweede. Die arrogantie zo. Oh, dat maakt me gewoon echt sterk. Wauw, nee. Ik ben het niet meer eens. Het gebruik van de Virtual Assistant Referee heeft meer voor dan nadelen. Eens of oneens? Oneens. Welkom in de jungle. Nou, kijk, we gaan het mountain deal sponsoren. In the jungle, the lion sleeps tonight. I hear. Welcome to the jungle. Ah, ik heb al iets geschreven. Tral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 
Prachtig, al die hey, ik wil naar Tripix gaan. Kijk, daar gaan we heen. Kan je er gewoon heen, ja? Ja, ik kan naar Tripix gaan, dat stond er. En doe je dat ook? Ja. Oké, okay, gezellig. Ik ben even een ander shirtje aan doen, hoor. Zo. Weg met die, Zo. Ben je echt hier nu? Bijna. Nee, je bent helemaal niet. Oh, daar komt hij aan hoor. Oh, hij is ook gaan omkleden. Mountain Dew. Nee, mijn telefoon gaat. Brian. Hij staat met doors met money. Nog meer? Oké, okay, kom gaan. Dadelijk. Nee, Rick, ik ben gaan basketballen. Oké, oké.
Komt goed. Oh, what the fuck? Oh, ja! Jeet! Shoot hem aan. Ik heb gewoon... Zuster. Ik kan gewoon geen woord hebben. Taart, geef taart, ik taart. Ik kom zo naar beneden voor taart. Ja, Rick, we hebben Red Velvet taart. Jij bent een lul. Ik ga zo taart eten. Jij hebt een vieze faggot. Nee, dat ga je niet doen, Rick. 1 tegen 1, kom. Potje. Ik ga zo taart eten. Ja, dat had ik toen niet gehoord toen ik dit startte. Je was te laat ermee. Dit duurt niet lang. Hoe komen al die mensen en al die auto's? Gooi maar die bal. Jeet! Kom nu, Bobby. Nou, dat moet een easy bucket zijn voor je. Wat? Was dat een blok? Dat als blok. Dat telt als blok! Yes! Hij heeft me geblokt hoor, de kleine man. Oh. Nee, wauw. Wauw. Nee, bij mij ging het groene balkje plink. Dus ik dacht, Alan, wat ik zeg tegen Rick. Zo. Plink. Nee. Het gapen, kut. Ook echt. Ja, blijf wel hier staan. Het scheelt even lopen. Ja, snap ik. Waarom heb jij een wereldbal, Rick? Dat is toch leuk? Oh, gaat hij weer. Dit is de enige kans dat ik heb, Rick. Dat snap je toch zelf ook wel? Alleen met 3 punten knallen. Hé! Hey. Hallo, je duwt gewoon. Dat is niet eerlijk. The world is coming home. Nee. Ha. Oh. Wat knullig. Oh. MVP. MVP. Dan moet ik gewoon langs heen beuken. Wow. Nice, hè? What the fuck? Nee. Ja. Ik blijf wel even staan. Hoppa. Ha. Wat is dat, jongen? Je bent veel hoger overal. Oh nee, wow, surprise, surprise, met een fucking center in mijn bakkes. Dan hoor je snel langs me heen te kunnen stormen. Nou, hier pak jij maar. Ik heb nooit deze gehad, Rick. Zou ik de volgende keer ook met mijn point guard gaan? Kijk wie je dan wint. Ja, jij. Ken je mee. Kijk, geen excuus krijgen van jouw center. Zo, Duncan. Ik dacht, die eerste zat er al in. Ja, dat dacht ik ook, maar ja. Oh, kut. Tyke. Oh, shit. Dat is zo naar. Waarom zit hij dat direct als out of bounds? Denk, doe even een leuke dribble move. Oh. Oh. Layup! Wat? Ja, dat doet hij even. Ja, doe 3 punten, Rick. Zo. Oh. Hey! Glory, man, you know. Mooi blok. Dank je. Oh, je bent cool. Later, Sander. Later, Sander. Fijn dat je er was, man. Was gezellig. Nou, dan gaan we dan maar dit doen, hè. Als ik cold ben, dan kan ik beter gewoon warm worden. Okay. Jezelf warm schieten. Ja, werkt toch? Nee, ja, kan allemaal, kan allemaal. Wat is dat nou? Oh, kut. Een rare schoon. Zoveel mogelijk op... Doe op tijd. Woe! Ja, die gaat erin. Ja, ik ga hem een keer raken.
Rick, jij moet als winnende moet jij 3 punten maken. Moet nog wel. Ja, cold ending, bitch. Mag niet. Tralalalalalala. Het is hier echt grappig, man. Wat ben je nou te doen, man? Oh. Nee. Nah. Yes! Wat een bullshit. Wat een bullshit. Hoe zijn nog niet dood? Wat dan wel? Zo. Nee, je hebt mijn auto. Ik denk een klein sprongetje werkt wel. Nee. Hij heeft mijn auto gejat. Alsjeblieft. Oh, de spin moves. Ah, ja, wacht maar. Ga ik terugpakken. Zo. Mooie sprong. Ja, dank je. Ik hoef hem bijna niet te springen. Nee. Oh, de move. Chris move. Woe. Ja, tel niet. Ja. Ja, boeit mij niet. Ik wil gewoon scoren. Ja, dat gaat werken. Ah, in de buurt. Hey. Oh my god, de airball. Nee. Nee. Oh, maar als ik hem een keer ga raken nu, dan is het de winnende. Hè? Dat, onthoud dat. Maar dat gaat echt nooit... Oh. Kamer is in! Oeh. Getting close. Ooit ga ik hem raken. Oh. Ah, shit. Jongens, ik ga slapen. Dat is gewoon kansloos. Hey, doe eens niet zo wild, man. Hey, geef die bal. Ja, shooting ball. Fuck. Helemaal niet, ik ben eens. Doeg. Hoi. Nee, eens, dat was geen val. What the fuck? Nee. Wat ben je nou aan het doen, man? Bijna. Geen airball dit keer. Nee. Het scheelt. Miss. Ah, kut. Personal foul. Bullshit, kut ref. Ik ga nooit een 3-punter raken, man. Dat lukt je wel. What the fuck? Nee, dat mag niet. Je lengt tegen me gebruiken. Lul. Dat mag wel, hier. Oh. Fuck, oh. Jammer. Dat ging goed. Ja, alsjeblieft, kleintje. Shit, nooit. Ja, dat gaat nooit lukken als jij me blijft contesten. Dan lukt het al helemaal niet. Reach inval. Oh. Helemaal niet. De referees zijn zo zwaar tegen me. Ik doe niks fout. Nee. Ja, dat gaat nooit lukken. Wow. Out of bounds, hè? Huh? Waarom ik out of bounds? Je raakt hem toch? Nee, niet. Dan sluit hij die door, anders had ik hem gewoon gevangen. Hey, we zijn beide cold. Ha, nou goed zo. Oeh. Ah, jij gaat niet eens voor 3 punten. Dus. Kut. Ja, ik wil ook proberen te winnen, Rick. Nou, als we gaan proberen te winnen, ga ik onze zaak ook maar weer doen. Nee, ik ga wachten tot ik ook goed sta. Oma,
Oh man. Dit is zo dom. Ja, scheef. Airball gewoon. Nee! Oh mijn god! Oh, dit is echt erg. Ook gewoon niet leuk. Yes! Oké, je staat 16, goed. 16-18. Oh. Oh. Boom. Lul! Ik zou voor 3 punten gaan. Kan nog steeds. Maar jij staat aardig dicht in de buurt nu, dus ik moest even weer... Hey. Nee. Nee. Wat? Nou, dan gaan we dit nee. doen. Nee. Wat? Hoe heb jij... Huh? Wat? Ja, so ja fuck. Dat was een bullshit dat jij de hele tijd de A. Nee, is geen 3 punten. Oh. Ah, dat telt voor mij ook als een 3. Ik heb moeite met schieten. Hoe is dat geen goaltending? Yes! Ah, nee! Hoe was dat net geen goaltending? Even. Ik sloeg hem gewoon tegen het bord aan. Kom dan. Mis. Hey. Dat is ook geen 3 punten, hè? Nou, wat ben je nou? Als dit... Nee. Goed zo. Als wat? Het was open, Rick! Ja, deze ook. Ah, het was nog wel een goede release. Nou. Oh. Ah, dat was een midi. Fuck. Nope. Veel te moeilijk. Okay. Ah, ik kan nooit een 3 punten raken, jong. Ja, ik raak ze ook niet. Kut! Oh, hebben ze. Wat? Nee. Wat? Kut. Hey, Sam. Ja, zie je. Nee! Nee! Hou hem in! Oh. Ik had al bijna. Ja. 7 kijkers naar dit. Moet dat. Lekker. Spijt me dat jullie ook het. Nu komen ze. Ik had er bijna. Oh, ja, ik trap hem nog even weg. Ja, handig. Nee. Ah. Yes! Ik heb ook een 3 punten nodig nu. Ja, maar goed. Jij kan ze tenminste schieten. Ik ga gewoon dunken. Ik ga niet verliezen. Hey. Ja, dan ga ik dat doen. Optieven. Ja, hallo, houd wel eerlijk dan. Jij kan 3 punten schieten. Ik niet. Nee, dan ga ik de hele tijd hard verdedigen. Zo hard als ik kan. Ja, oké, dat mag. Dat mag. Oh, koning, ja, maar ik kan niet verdedigen. Wow, dat koning weet je. Ook dat heb je gewoon. Net ook gezien. Ja, precies. Oh, kut. Dat was niet eens de bedoeling. Oh. Koning Smikkelbeer. Nee! Oh. Ja. Het duurt een beetje lang zo. Ik ga het afmaken. Ik ben. Jij bent. Ja, Mike. Ik had ook niet verwacht dat het iemand anders zou zijn. Hé, doe eens even rustig, man. Michael, ben je rustig? Ik had er bijna. Ik had niet eens door dat je er nog was, joh. Je zegt helemaal niks meer. Ja! Ik heb gewonnen. Oh.
Ha. Ik durfde in één keer geen 3-punten meer te gooien omdat ik in de buurt kom. Ja, alle, ik kan geen 3-punten gooien. Ben je gek? Ben je trouwens een Mountain Dew? Ik heb genoeg. Ik ga taart eten, tot zo. Oh, tot zo. Oh, de telefoontje gaat eraf. Paul George, you home? Paul George gaat langskomen, wat gezellig. Maak je eerst langs Brian VC halen. En ik denk dat ik de stream maar ga afsluiten. Eerst even die update weer kijken. Oh ja, doe dat maar even. Doe maar. Doe maar. Ja, zo dadelijk denk ik. Ik ga afsluiten. Ik ga eerst VC halen. Bij Brian. Dan kijk ik wel verder. Aan de andere kant, het is 10:30. Ja, ik denk dat ik zo wel ga stoppen. Brian. Hey, ik kom hier toch heen? Oh, niet. Ik dacht dat ik nog een brugje had, dat ik weer geld kan halen. Weird. Gaan we nog even Mike. Paul George. We moeten bij Mike kort. Dus daar hebben we terug heen. We hebben het wel wat heen en weer. Wat een zucht. Ja, die gast. Wie? Zilver gelukt, joh. Wat ga je doen? Ja, voetbal. Paul George. Oh, what's up, DJ? What's good, man? Yeah, I got you something. Yo, since we struggled on the boat that one day, figured I'd get you a gift. Wow, that's funny, bro. Carry and it got the jersey on it? Pish. Man. It's good luck. I got one of these, put it on my wall, player of the month right out. Yeah, you got jokes. I'm serious. Just play, watch your Rick. Ja. Waar ben jij? Ik ben uit mijn huis gegaan en weer naar binnen gegaan. Paul George brengt nu zijn vis. Ah, ik zit nog steeds in je huisje. Oh. Maar je vis hangt er al. Ah, kijk. Dat is blijf mooi. Wel even wachten, kijk of je zo meteen. Nou, wie weet. Oké, get you to the MJ Golf Tournament. DJ. Nou, ik ben in mijn huis met Paul George. De vis hangt nog niet bij mij, maar dat komt wel. Maar ik ga denk ik de stream afsluiten.
Het is wel prima. We gaan niks anders doen. Ja, misschien buiten stream of zo. Oké. Okay. Kan ook. Ja. Denk ik. Nou, stream after all. Mensen, vergeet niet eventjes Rick te volgen op Twitch als je dat nog niet gedaan hebt. Hij begint al met afsluiten. Check ook eventjes gewoon de social media linkjes in de beschrijving uit. En ben je nog niet geabonneerd op zijn YouTube kanaal, doe dat dan ook nog eventjes. Je begint ook gewoon al met afsluiten. Ik zei denken, ik weet niet zeker. Oh, sorry hoor. Shit, man. Doe het nog steeds, mensen. Ja, dat wel. Doe het wel. Nee, je bent niet in je eigen huis, Rick. Ik ben er wel. Kijk maar op stream. Operatief met je schuithuis. Ja, wou jij nog doorstreamen dan? Jouw stream, niet de mijne. Nou, dan ga ik wel afsluiten, want ik vind het prima. Dus. Wat een zucht. Dan hebben jullie hopelijk allemaal gedaan wat jullie net hoorden. Want om twee keer een outro achter elkaar in te spreken is ook weer zo debiel. Ik bedank iedereen voor het kijken. En ik check jullie bij de volgende stream wel weer hopelijk. Tot dan. Laters.